You are listening to Nerd Culture, a Game Kings podcast. Jawel, het is aflevering 117 van Nerd Culture! De band is back together. Vorige week waren we al redelijk opgebroken. Door het openbaar vervoer natuurlijk. Oh ja. Jij bent druk met het festivalleven. Maar vandaag zijn we er gewoon, alle drie. En jij bent nog een cadeautje van het leven, want je zou er in eerste instantie niet eens zijn. En je bent nee, er toch? Ja, het zomaar. Ik kom gewoon even langs. Anderhalf uur of gezellig. Ja, het is alweer Even, ik deed alsof ik moest plassen, omdat ik nog de laatste mailtjes moest beantwoorden. Maar nu ben ik helemaal anderhalf uur van jullie. Vet. Anderhalf uur focus voor aflevering 117 met heel veel vet nieuws. En ik wou net zeggen, want het nieuws is wel... En daar had ik gewoon ook even wat tijd voor nodig om even de gang van zaken goed op orde te stellen hier in het document. En we hebben echt ontzettend veel gekeken deze week. Ja. Vet. Heb jij jullie moeten me echt helemaal bijpraten, want ik heb heel weinig... Het enige wat ik de afgelopen week heb gekeken is Baywatch. En ik wil Samsung ook even aanspreken op dit moment. Want als je de Samsung TV had, dus een Baywatch-zender. Dus het voelde als free porn of zo. Ik weet niet. What? Ja, er was letterlijk een Baywatch op Samsung TV, Baywatch-zender. Dus iedere keer als mijn PlayStation uitviel of als de TV gewoon aan was, was Baywatcher. Wat vet. En het was heel vet tot het deze week ineens verdween. Nou. Nah. Midden deze week. Terwijl het net. Ja, ik dan krijg je waarschijnlijk een nieuwe zender met weet ik veel. Nou, er stond. Home Alone, of deze, je hebt goede smaak. Deze zender is uitgelicht en is naar 400 nog iets gegaan. Alleen hij is niet op 400 nog iets. Dus. Ik wil antwoorden. Ja. Wat een quest. Nou, zo ja, verder heb ik trouwens 5 minuten van Mission Impossible gezien. Ja, dat wilde ik nog aan je vragen. Want Mission Impossible, ik ben maandag naar de première geweest. Mm. Volgens mij was het maandag. Ja, maandag. Ja. En daar heb ik jou niet gezien. Terwijl je er wel was. Ja. En jij hebt mij niet gezien. Nee. Terwijl ik er wel was. Dat is bizar. Ja, we hadden wat extra centjes die we moesten opnemen buiten. Dus ik denk dat het daar mis is gegaan. Uiteindelijk was dus voor de film alweer weg. En toen heb ik hem de dag daarna wilde ik hem gaan kijken in de bioscoop. En toen werd ik heb de eerste 5 minuten gezien. Toen werd ik door mijn werk weggebeld. Toen ben ik letterlijk uit de bioscoop weer weggegaan om te gaan werken. Mm. Dus een goede eerste 5 minuten moet ik zeggen. Spanning zat er goed in. Ja? Ja. Lekker Russisch. Amerikanen met een Russisch accent. Dus dat is top. Geweldig. Ik was excited. Maar helaas. Ik was ook wel excited, kan ik je vertellen. Ja. En laten we gelijk beginnen met wat hebben we deze week gekeken, gelezen of geluisterd. Nou, bovenaan het lijstje staat natuurlijk Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. En natuurlijk was de aanloop naar deze film was al toch wel redelijk spectaculair. Rotten Tomatoes in eerste instantie 100% score, daarna 99, toen 98, doen we terug naar 99. Hij staat nu op 96. Nu op 96? Ja, dat zag ik volgens mij net. Ja, er komen steeds meer reviews bij natuurlijk. Ik moet ook zeggen, het is niet zo'n vette film. Het is niet de 99, 100%. Nee, okay, maar we hebben het al vaker over onze tomatoes gehad. Nee. Het is nergens een onvoldoende. Het betekent dat iedereen het geks vermakelijk vindt. Ja, dat snap ik. Dus we hoeven ook niet iedere week de Rotten Tomatoes score uit te leggen. Maar ik bedoel meer van films die ik, zeg maar, ingenieuzer vind, toffer in elkaar gezet vind. Ja, ja. Die scoren maar toch wel laag. Dat bedoel ik juist. Dit is veiliger. Waardoor iedereen het leuk vindt. Terwijl als iets ingenieus is, is het niet voor iedereen. En gaan de mensen automatisch ook onvoldoende zijn. Ik weet niet of dit veiliger is, man. Nee? Want dat is ook een beetje mijn issue met deze film. Voordat ik te negatief begin te klinken. En no worries, ik ga geen spoilers droppen. Ik leg gewoon een premissen uit van het verhaal. Hij rent zeker. Hij doet absoluut de Tom Cruise run. Meerdere malen doet hij die ook, kan ik je vertellen. Dus voor mensen die daar fan van zijn, je komt aan je trekken in deze film. Ik weet niet, jij lijkt me wel. Nee, wel ik vind het vreselijk. Nee, dat vind ik echt een van de vreselijkste dingen die er is. Ja? Ja. Hmm. Ik heb natuurlijk, in de basis had ik altijd een hekel aan de guy. Gewoon om, I didn't like him. Maar dat is, sinds dat we deze podcast hebben en eigenlijk hij als een soort van laatste... We ons meer in hem verdiept hebben ook. Ja, maar die armbeweging is eigenlijk, heb je wel eens, want ik zag laatst eens iemand langsrennen en die deed tijdens het rennen deze een soort van alsof ze gewichtjes aan het heffen was. Dan moet je eens proberen. Dat is super zwaar. Dus het is helemaal niet praktisch om je armen te bewegen. Dat heeft hij 6 keer gedaan trouwens. Hè? Dat van die berg af springen met een motor. Want wat is met die motor? Je kan nog wel ietsje langer blijven hangen aan die motor, zei ik. Ik wou het zeggen. Iedere Mission Impossible moet natuurlijk ook echt een krankzinnige stunt hebben die uiteraard door Tom Cruise zelf gedaan wordt. In dit geval was het die jump vanaf een berg met een motor. En dat heeft hij in totaal 6 keer gedaan. Ja, tuurlijk was dat. Dat vind ik wel gek, want ik kan me dus de vorige film vind ik de vetste Mission Impossible, Fallout. Alleen ik kan me de stunt niet meer herinneren. Geen idee. Ik weet dat hij op het eind aan een helikopter hangt. En daarvoor hangt hij aan het vliegtuig. Ja.
die daarvoor in Dries klapt hij tegen die auto aan. En in het vliegtuig zit hij ook nog 8 minuten onder water of zo. Ondanks dat er gewoon ingeknipt wordt, dus dat was niet per se nodig. En maar bij de vorige heb ik echt geen idee. Die daarvoor hangt hij natuurlijk aan het gebouw in Dubai. In deze, ja precies, in deze trailers vond ik trouwens de CGI af en toe niet heel, heel erg denderend. Daar heb ik me niet aan gestoord, moet ik zeggen. Maar om een of andere reden, ik ben er kennelijk ook wel minder gevoelig voor. Omdat, wij komen allemaal uit een tijdperk waarin CGI er niet heel goed uitzag. En dat je maar een beetje in moest gaan geloven om het toch geloofwaardig te houden voor jezelf. Dus ik heb daar nooit zo'n probleem mee. Zelfs met de crappy CGI van The Flash had ik niet zo heel veel moeite. Hier heb ik dat eigenlijk ook niet in de gaten gehad. Waar gaat het verhaal om? Dead Reckoning. Uiteraard, het is een missie die hij kan accepteren of niet. En als hij dat doet... Kan dat? Kan die dat eigenlijk zeggen? Nou, dat doe ik niet. En dan gaat hij naar een andere krijg je dan gewoon de volgende missie of ben je dan ontslagen? Dat kan, maar dat is een hele korte film. Misschien is dat al een paar keer gebeurd. Ik vroeg me af hoe het qua vakbond dan zit. misschien heeft hij die film zo eerder al op TikTok uitgebracht. En dan is er een andere Ethan Hawke of wat dan ook die gewoon dat gaat doen. Okay. Jason Statham. Ethan Hunt. Ja, Ethan Hawke is een acteur. Maar waar gaat het over? Uiteraard weer een bijzondere spy mission. En in dit geval draait het allemaal om een artificial intelligence. Ik denk een soort van quantum supercomputer die zelfbewust is geworden. En eigenlijk het meest gevaarlijke is op aarde. En er strijden natuurlijk allemaal partijen om dat over te nemen. Die macht daar voelt controle actueel. Zeker. Het is heel erg actueel. Maar het is ook zo actueel en nieuw dat niet veel mensen... Ze kunnen misschien helemaal begrijpen hoe die AI werkt en hoe het aanstuurt. Want de AI is zelf ook een player in dit hele plot en dit verhaal. Dus los van de mensen die daar achteraan zitten. De entity, zoals ze het hier noemen in de film, die speelt zelf ook een hele grote rol. Ik moet wel zeggen, ik hoorde al meer mensen erover. En Mission Impossible, vroeger was Mission Impossible en James Bond waren wel echt twee hele verschillende dingen. Dit had ook een James Bond kunnen zijn. Die twee zijn naar elkaar gegroeid op een bepaalde manier. En dat is helemaal prima hoor. Want ik vind de nieuwe James Bond stijl vind ik echt fucking dope. En ik vond deze ook fucking dope. Maar er is bijna geen verschil meer. Ik bedoel, het is Daniel Craig of Ethan Hunt. En voor de rest zijn ze hetzelfde. Behalve dan die stunt. Zo iets sophisticated er toch, Bond? Dat nee. Ja, dat zal een tijdje niet meer toch? Maar ik denk wel dat ze daar nu naar terug gaan. Maar goed, ik hoop het, want het zou wel leuk zijn als we wat meer scheiding tussen die twee gaan krijgen. Ja, wat is het? Het is full-on echt keiharde Hollywood-actie, maar echt vet gedaan ook. Toffe actiescènes, toffe karakters zitten er uiteraard ook in. Ik moet wel zeggen, hij duurt wel heel erg lang. Het duurt 2 uur en 3 kwartier, was mij. En dat is toch part 1 ook? Het is ook nog eens part 1, inderdaad. Maar hier heb je niet op het einde... hier heb je niet op het einde dat je zoals Across the Spider-Verse of wat was die andere? Fast X. Dat je zoiets heeft van, wat de fuck is dit nou? Weet je? Nee, het eindigt hier op een bepaald punt. En dat is gewoon het startpunt weer voor de volgende film. En je voelt wel alsof je daarmee gewoon een hele film hebt gekeken. Nice. En voor mij iets te lang. Had we prima wellicht een half uurtje korter gekund of iets dergelijks. Maar dan ben ik echt aan het mierenneuken en aan het zoeken. Nee, dit was een hele fijne bioscoopervaring. Zeker om hem in IMAX te gaan kijken. En dat kan ik iedereen aanraden. Ja, nou, dat wilde ik ook wel. Ik wilde het zelfs bijna, heb ik het gisteren gedaan. Maar toen zei een Le Girlfriend toch van, ik wil liever naar Asteroid City. Dus ik ben naar Asteroid City geweest. Nou, hier komt een mini-review van Asteroid City. Nou ja, of course. Wat verwacht je van Wes Anderson? Dat zijn gewoon hele cute, mooie plaatjes. En een hele grappige, cute film. En dat is het. Ik hoor dat het verhaal technisch heel... Dat er eigenlijk geen verhaal is, überhaupt. Jawel. Het is een heel vreemd. Het begint met Bryan Cranston. Die zegt... wat jullie nu gaan met in een soort van 4x3 zwart-wit bla 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 soort van wat jullie nu gaan zien is eigenlijk een beetje te zien als een modern play.
En waarin de actors, en dan stelt hij letterlijk 4x3 actors voor. Een soort wat Walt Disney vroeger deed voordat de tekenfilm begon, zeg maar. Dat die... ik weet ik niet. Ik weet niet wat je bedoelt. maar daarna, en dan knipt hij op een gegeven moment dus naar deze 21x9 stuff. En dat zijn dus in principe zijn de film twee dingen. Hier heb je een asteroid city, gewoon letterlijk is er een asteroid neergedaan. Ja. En dus dat is een mini-tourist dingetje waarin gewoon mensen langskomen. En toevallig is er deze dag zijn ze allemaal samen omdat er een soort van celebration is. En er is een science scholarship, wordt er een tieners gegeven en wat dan ook. Dus daarom zijn er in dit geval, weet ik wel, 30 mensen in dat dorpje. Mm-hmm. Of ja, dat mini-dorpje, wat eigenlijk gewoon een soort van echt zo'n Amerikaanse setpiece is. Ja. En heb je daar gewoon een bepaald aantal hele Wes Anderson-achtige interacties met elkaar. Waaronder een kleine quarantaine. En is alles gewoon, zoals je ziet, alle shots zijn een schilderij. Ja, man. En een beetje het gevoel alsof iemand van Mars Attacks zo'n AI Wes Anderson film heeft gemaakt. Ja, nou ja, kijk, en voor de rest ook en dan af en toe dan cut hij dus naar. Er zit ook echt, weet je, act 1, act 2, act 3 schermen in, scène 1 tot en met dit. Want af en toe dan knipt hij dus ook weer naar die 4x3 zwart-wit. Daadwerkelijk dus de acteurs die dan in deze film spelen. Dus eigenlijk is het een film in een film. Dus je hebt de zwart-wit 4x3 staf. Daar zie maar je... Maar zijn ze dan ook personages of zijn het echt de acteurs? Dan zijn het... dat is moeilijk. Het zijn niet de echte acteurs uit onze realiteit. Weet je, Tropic Thunder dus, ding. Maar een actor playing another actor. Dat, ja. Inderdaad. Dat is inderdaad wat er gebeurt. En dat is het enige wat ik niet helemaal snap. Dus wat er hier gebeurt, is gewoon op een gegeven moment inderdaad, weet je, gebeurt er iets met die asteroid-achtige city, bla bla bla, en er is er een quarantaine, en op een gegeven moment is die weer gelift. En dat was dan soort van anderhalve dag in dat stadje. Dat is een beetje het verhaal van, nou ja, de mooie beelden die je ziet. En die zwart-wit beelden, volgens mij, zitten er niet in. En dat is meer dus gewoon een soort van een behind the scenes van acteurs, van hoe de acteurs uit deze... Het is bijna niet uit te leggen, maar het kijkt heel lekker weg. Het is echt gewoon... Het is niet het is al een te ervaring, lang. Toch? Ik bedoel, alleen al iedere keer als ik deze trailer is echt zie... Een play. Dan zit het, weet je, ik kan mijn ogen niet van dit scherm afhouden. Nee. Omdat het inderdaad, zoals je zegt, iedere fucking frame is een schilderij van deze film. En ja, I fucking love it, man. Nou, dat. En het, net zoals natuurlijk bijna al zijn andere films. Het kijkt gewoon heel lekker weg. Er gebeurt lekker weinig, weet je. Je zit er te kijken en je hebt zoiets van... Gelukkig kan dit ook nog. Weet je dat? Nou, en dat ik had met de bijna French visuele poëzie. Ja, precies. Ja. Weet je, en ook dus iets dat zeker, hè, dat fijn is dat dat ook nog gebeurt in Hollywood. Ik zag op Letterboxd een Instagram kanaal dat ik volg, zag ik een van de acteurs, ik weet even niet meer hoe die heet, maar zo'n oude kerel, volgens mij zit hij ook wel vaker in Wes Anderson films, die zei van wat Wes doet is dat hij de storyboards van zijn film, want ja, het is wel heel visueel natuurlijk. Hij zegt van die zijn zo uitgewerkt en gedetailleerd dat hij onset zo goed weet wat hij wil doen, omdat hij dat al 1000 keer heeft gezien volgens die storyboardplaatjes, dat ze altijd elke dag heel snel klaar zijn en dat ze dan met z'n allen gaan dineren. Dat was heel cool. Ze zei van, het is zo'n, en bijvoorbeeld Bill Murray, die zat niet in de film omdat hij COVID had. Okay. Ten tijde van schrijven of iets dit en dat. Ik weet niet precies hoe, maar in principe kwam hij niet in de film. Maar Bill Murray zit in elke andere Wes Anderson film of ongeveer. Dus die was gewoon naar de set in Spanje gekomen waar het is opgenomen om te chillen met de rest van de crew. En die was een soort van funny ass coach. Die was gewoon mensen aan het weet ik veel, inspireren en wat dan ook. Gewoon in, omdat die vibe zo chill was daar op de set. En dat zit ook gewoon in, dat zit natuurlijk in al zijn films. Zit ook in deze film. Wat wholesome ook. Gewoon. Het is zo wholesome. Maar dat is ook wat je kijkt. Vroeg klaar zijn, zodat je met z'n allen samen kan dineren. Dineren. Ja, ik zie het ook echt gewoon een lange tafel. Ja, dat denk ik. Dat is ook waarom vaak het misgaat als mensen het proberen te imiteren, toch? Het is meer dan alleen maar je karakter in het midden zetten, zeg maar. Het detail wat hij ook eens een beweging is en hoe het weer uitkomt. Ik had zoiets van, ik zei tegen mijn vriendin namelijk van, ja, eigenlijk wil ik naar Mission Impossible, en omdat we dan en hier de review met z'n tweeën konden doen en omdat het meer voelt als een biosfilm. Ja. Maar ik ben uiteindelijk blij dat ik daar wel, want omdat het juist zo intiem is,
de audiomix was wel heel goed gedaan. Je hoorde mensen die inderdaad, weet je, aan de linkerkant van het scherm stonden, die hoorde je ook echt daar. En dat valt op die manier als je zo'n bombastisch filmhuis of was je gewoon. Nee, ik was aan de Kinepolis. Oh, nee. Dus daarom, het geluid was wel echt heel goed. En er zitten gewoon hele kleine, er zitten natuurlijk heel veel dolly shots in. En dan zie je ook de camera gewoon een beetje schudden. Weet je dat? Gewoon, ja, maar dan hoor je ook het geluid minder echoën worden als je dichterbij gaat en wat dan ook. Dus het was heel subtiel. De achtergrondmuziek, je hebt heel veel vette soort van cowboy jodel achtergrondmuziek de hele tijd. Die dan soort van in die stad, in dat stadje een beetje op de achtergrond te horen is. Dus ja, ook heel goed gedaan. Ik vond het heel tof. Behalve dus dat ik gewoon op een gegeven moment op het eind die meta zwart-wit 4x3 shit, daar gebeurde gewoon iets raars in. Dus het Willem Dafoe is een soort van de teacher die dus de actors die je dan hier on screen ziet. Ga je nu het einde spoilen? Nee, zeker niet. Maar die daar dan een soort van les aan geeft en wat dan ook. En op een gegeven moment is er een soort van impro stukje. En dat kan het niet helemaal rijmen met wat er in de on-screen film gebeurt, zeg maar. Dus dat moet nog eventjes een keer bij de ik veel op internet lezen hoe dat precies bedoeld is. Maar voor de rest, heerlijk, kijk het weg. Nice. Dan heb je nog meer gekeken. Want je hebt dus ook Transformers Rise of the Beast gekeken. Ja, en dat was dat was een aardige film. Het was niet kut. Alleraardigst, ja. Het was niet kut. Maar Transformers 1, alleraardigst? Of ik kan het me niet zo goed meer voorhouden, maar het is ietsje minder over de top. Iets, ja. Terwijl er een robot gorilla door de jungle heen slingert. Ja, nee, maar dat zijn natuurlijk de, hoe heet ze ook alweer? Maximals of zo heette deze beasts. Nee, hij is geregisseerd door een guy die ook Creed 2 heeft gedaan. Dus het is niet Michael Bay en ze, weet je, oorterreur en een soort van alleen maar die standaard shots. Het is een wat intiemer verhaal. Twee, nou ja, weet ik wel, late teens, denk ik, die inderdaad in 1994 in contact komen met de Autobots, die op dat moment nog niet volledig zich hebben overgegeven aan het feit dat ze Earth Defenders zijn, maar ze willen nog terug naar Cybertron. En er zit hier een key in deze film, waardoor dat eventueel mogelijk is. Dus daar gaat de film om, zodat eigenlijk de Autobots terug kunnen naar Cybertron. En die key wil ook de prime evil van deze film, de villain, wil dat. Wil die maar ook is dit hebben. Nog canon? Als in canon? Ja, dit, nou ja, niet canon met B, maar wel met Bumblebee. Dus dit is in principe een direct vervolg op Bumblebee. Okay. Het zit er ook de hele tijd in dat hij zegt van ja, Bee, we weten dat jij wel een goede ervaring hebt met mensen, maar wij hebben dat niet, wij willen weg. Hoeveel komen die twee kids erin voor? Het draait meer om de. Dit is een beetje een verhaal device, weet je? Want anders. En ik las wel ergens een heel slim iets. Op een gegeven moment zei iemand van nou. Het is nog nooit heel erg goed gelukt om de Transformers, om de Autobots een reason to be on Earth te geven. Anders dan van ja, oké, we zijn nu eenmaal het sterkste en we moeten deze mensen maar defenden. Zo. Weet je, dat. En dat is er nog steeds niet heel erg. Behalve dus dat nu die kids wel ietsje meer, credibility daaraan geven. En juist ook omdat ze weg willen. Maar omdat het 1994 is, dus wordt heel leuk gebruik gemaakt van de 1994 of de 90s hip-hop. Waar dat vaak heel misplaatst voelt. Klopt dit heel erg? Want die twee kids komen uit Brooklyn of Queens. Het begint ook vrij, een beetje ingetogen. En dan de laatste act, de twee derde van de film, is gewoon een grote, lange eindbattle. Die best wel goed is. Ik wil je graag geloven, maar als ik deze trailer zie, ziet het er echt net zo kut uit als al die films hiervoor. Nou ja, maar is dat echt kut? Of is dat gewoon een lekkere bioscoop bullshit? Het voelt face voor. Dat was wel echt kut. Ja? Ja. Na de eerste heb ik het niet meer aangekund om een soort van niet huilend in de bioscoop te zitten. En na de derde ben ik... Huilend? Ik vind het, ja, dat was toch niet om aan te kijken. Ja, maar bij mij was die magie al vrij snel. Ja, maar die stomme grappen die er altijd magie tussen zaten en zo. Oh, ik vond dat is misschien ook niet zijn ding. Maar wat zeg jij nou? Het heeft geen magie. Het is fucking Transformers, dude. Ik ben opgegroeid met die shit. Het heeft zeker wel magie. Ja, dat daar films geen magie meer hebben. Dat is niet de pluspunt. Is niet de plus, maar wel een fact. Een soort van dat niet meer magie kritiek heeft. Ja, maar het zijn nog steeds prima wegkijkende films. Weet je? Nou, zoals Fast X. Ik was al gelijk level, bij... Fast denk ik. Ja, ja nu Fast. Want ik was al heel snel bij Revenge of the Fallen. Ik denk dat dit beter is. Ik heb die laatste B-films niet meer, inderdaad ook lang niet meer gezien.
Hoe is Pete Davidson als de Transformer? Ja, best wel leuk. Maar het zit natuurlijk in die vorige zaten ook al twee van die soort van witty kleine robotjes. Nou ja, dat is ook een welkome toevoeging. Hij zegt hem een aantal dingen. Weet ik veel. Ja, gewoon hij volgens mij heeft hij een beetje een soort van freestyle gekregen af en toe. Impro. En dus dan, hij doet wel een paar. Toen mocht dat nog. Snide. Hoe heet het? Pete Davidson-achtige opmerkingen. Dus nee, ik vond het niet tegenval. Ik vond het niet zo kut als dat ik had gedacht. Oké. En het is wel een lekkere manier om een film in te gaan natuurlijk. Ja. Ja, maar daarom. Als je denkt van, ik ga lekkere bullshit popcorn kijken. Dat je denkt van, wacht. Het is better dan. Maar heb je dit in de bioscoop gekeken? Nee. Okay. We hebben dit toch al eerder meegemaakt? The Flash. Ja, maar ik hoop die niet is wel leuker. Ja, maar bedoel, beter. Wij gingen met lage verwachtingen. Ja. Onder andere ook door jouw verhaal. En dan valt het toch mee en dan is het in je beleving is alles. En maar ook verwachtingen. En dat is ook een beetje natuurlijk de killer van uiteindelijk je ervaring. Ja. Omdat je verwachtingen, die slopen vaak een heleboel. Ook gewoon de timing wanneer je doe ik ook kijkt. Aan mee hoor, zeg ik je heel eerlijk. Maar ja, daardoor heb ik wel van de Flash kunnen genieten. Maar ja. Jullie hebben niet Indiana Jones gekeken? Nog niet. Ik moest dat met mijn broertje en mijn vader zien. En mijn broertje was op vakantie. Dus, toen ik naar de bioscoop was, was er letterlijk een hele familie gegaan. En zeg maar duidelijk de aanstichter van het geheel had een hoed op. De vader. Yes. Nee, het was de zoon. Oh, ja, die had een hoedje. Die kwam met een hoed. Ik hou ervan. Lijf. Ja, man, dat moet je doen. Hey, je hebt ook Hijack gekeken. Ja, en Hijack, dat is die film. Oh, het is een serie. Oh, ja. Van Idris Elba, ja. Waar we eigenlijk een beetje stiekem moesten gniffelen en lachen tijdens die trailer. Toen had ik in één keer een tweet zag van Hideo Kojima, die dat het best vliegtuig? Wel vet vond. Ja, ja, dat is deze shit. Die het best wel vet vond. En jij hebt het nu ook gekeken, maar een gedeelte. Maar nou, omdat volgens mij zijn er 5 afleveringen tot nu toe online. Van, ik denk 10. Idris Elba is een ruthless negotiator. Dus wat hij doet, is hij sluit business deals. Volgens mij. Dat is een beetje hoe ik het... waarom hij dan ook badass is. Is dit gewoon omdat hij ook Idris Elba is of zo. Maar hij is dus een badass negotiator. Maar niet per se een politie negotiator. Maar gewoon voor business stuff. Dus hij zorgt... Hij probeert... Hij is een belastingambtenaar. Nou, hij wordt ingehuurd om mensen te beïnvloeden om wel of niet de business. Weet je? Dus hij is gewoon een harde negotiator. En dat komt natuurlijk van pas wanneer er een vliegtuig gaat. Dus hij is de hele tijd bezig met mind games. Okay. In die tijdens dat het vliegtuig gehijacked wordt. En waarom het vliegtuig gehijacked wordt, dat is natuurlijk het tweede ding wat op de achtergrond speelt. En daar krijg je elke aflevering steeds meer van te horen. En nou, het is niet zo dom als loopt dat ik door had elkaar gedacht. Heen? Of is het gewoon, krijg je eerst een stuk wat er aan de ene kant gebeurt en daarna ga je die aflevering in? Dus dat gewoon door elkaar, heen in principe. Ja, dat soort, af en toe gaan ze gewoon even naar de grond. En dan een soort van, hey, we zien dat het vliegtuig een lichte variatie heeft op de vluchtroute die het zou moeten hebben. En ze zeggen nu niks. Zal er iets aan de hand zijn? Op een gegeven moment denken ze eerst van, nee, joh, en omdat je natuurlijk soort van zeggen de hijackers van, hey, je moet nu zeggen dat alles oké is. Alles is oké. En dan geloven ze dat, maar op een gegeven moment gebeuren er steeds meer dingen die weird zijn. Maar is het dan zo smart dat doordat je weer iets van de andere kant ziet, de andere kant weer ineens een hele nieuwe betekenis krijgt dat je denkt, aha, dit is wat er net gebeurde. Nou, niet zo smart. Okay. Maar wel dat je ietsje verder dan, het is maar een hijack film, weet je, met Idris Elba. Wat is dat vond lelijk wat ze gebruiken. Ja, ik heb geen idee. Dat zit ook niet per se in de serie ook voor de rest. Maar dat het is een vlucht van volgens mij Turkije of iets in het Midden-Oosten, ietsje verder denk ik nog. Dubai tot Londen en daar speelt het zich. Daar ben je er in 3 uurtjes doorheen. Nou ja, nee, 5,5 is het zoals 24 dat de tijd klopt? Nee. Okay. Nee, het is langer dan wel, dat. Dat zou heel cool. Dat ik wou net zeggen, daarom had ik ook zoiets van 3 uurtjes. Dus oké, daar kan dat je wel een showtje van maken met een paar geweest. Afleveringen. Maar het is niet zo kut als dat we hadden gedacht. En het speelt best leuk uit. Ik ben benieuwd waar het uiteindelijk heen gaat. Maar, en wat het ook de terrorist plot is. Maar dat zie ik waarschijnlijk over een paar weken. Weer een win voor Apple. Dan. Ja, nou ja, weer niet, nou ja, iets kuts. Niet kut. Ja, ja, maar de heerlijke reviews. Ja, het is allemaal niet zo kut hoor. Nee, ja, het serie was heel vet. Stel je verwachtingen gewoon bij, dan valt alles wel mee. Ja, ja. Ga er gewoon voor dat alles kut ik is. Ik heb nog iets dat best wel aardig was en niet heel kut. The Blackening. Een horrorfilm met 6, of eigenlijk 8, maar in principe 6
mensen van kleur die in een horrorfilm in een cabin in the woods belanden. En dan is natuurlijk altijd die cliché, een soort van who is the first to die. Kijk, dit is goede fucking font wat ze hiervoor gebruiken. Dit is nice. Yeah. Maar de normaal is dat natuurlijk een soort van who is the first to die. En dat is eigenlijk black altijd de black person. En in dit geval draait de hele film om mensen van kleur. Dus is dat gelijk al een grappige skit daarop. Waarom? Ja, weet je, dus die soort van stereotype. Hebben ze dat zelf ook allemaal door? Ja, ja maar daarom. Het is een klein beetje meta af en toe. Ze weten heel goed. Deze mensen in deze film hebben ook horrorfilms gezien, zeg maar. Dus hebben ze iets van, ja, maar I'm not the first one, weet je dat. Dus ja. Er worden de hele tijd. Shit. Ja, precies. Ja, er is dus een game en die zegt van, oké, jullie doen nu deze game spelen. Jullie moeten hem uitspelen, want anders gaan jullie dood, weet je. En dat is een beetje wat het plot is. Het voelt qua cinematografie wel een beetje als Scary Movie, zeg maar. Ook. Ja, het is ook klopt. Grappig, namelijk. Juist omdat er met die clichés die ze van zichzelf als filmmaker, ja. Horrorfilmmakers ook weten. Bij, van wie is dit dan? Dat heb ik wel opgezocht, maar dat ben ik vergeten. Maar er zit humor en gewoon voor de rest wel echt gewoon horror. Een beetje Scream-achtig inderdaad in. Maar het is echt 50-50. 50% fun en 50% horror. Tim Story is het trouwens, de regisseur. Ik weet niet wat hij nog meer heeft gemaakt. Maar juist omdat het soort van... Het is een funny take op dat horror cliché. En dat was het goed gedaan. Spannend, niet echt, maar eigenlijk vooral grappig. Is dat gegeven grappig of zijn de grappen ook grappig? Beide. Oké, cool. Ja. Vet. Nice. Ja, vet. Waar, de grappen waar is daarover over dat gegeven zijn grappig. Het internet. Het internet. Wow. Okay. Ja. Of de bioscoop. Bepaalde streamers. Nee, een streamer, ik weet niet meer welke. En volgens mij niet in de bios. Ik heb deze week The Dark Knight Returns nog even gekeken. Dat doet jou niet goed. Kan je ook niks aan doen. Nee, ja, I fucking love die Nolan shit, weet je. Ik ben mezelf aan het ophypen voor Oppenheimer natuurlijk. Die zit er binnenkort aan te komen. Volgende week. Ja, we zouden naar Barbie gaan, de première. Die zit vol. Ja. Ja. Al heel lang. Ja, maar wat is dat nou? We zijn naar menig film mogen. En nu is Barbie is ineens vol. En we zouden zelfs volledig in cosplay gaan. Omdat ze Barbie is vol. Omdat ze vorige week een soort van Barbie-event hebben gehouden voor influencers. Zag het jou. Ik weet niet hoe dat rolt. Je hebt zo'n roze ballenbakhuis, strandachtig ding. Echt zo'n Instagram-museumachtig ding. Maar dan daar... daar was heel veel hype voor onder influencers. En toen wilden alle influencers ineens naar Barbie. Hmm. En toen... is de lijst vrij snel volgeraakt. Ik ga nog even vragen of we op de backup mogen, want we hadden echt cosplay bedacht en al die shit. Ja, dus nou ja, ik zie dat graag voor me, maar ik weet toevallig dat de backlog ook wel redelijk Taai is. Ik zou geen Barbie bespreking in Nerd Culture. Ik kan kijken of ik nog ergens... Ja, hoe heet het? We zouden maandagochtend kunnen gaan, maar dan dat komt ons... Ik ga wel volgende week al vroeg naar Oppenheimer. Welke dag is die dan? Die is woensdag. Je hebt nu bijna alle dagen van de week. Hij is woensdag en ik ga maandag kijken. Oké. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Wat ik zei, ik had Dark Knight Returns dus gezien. Simpelweg omdat ik in de Nolan South zat vorige week bij Batman Begins gezien. Wat ik nog steeds de vetste vind van alle drie. Kunnen elkaar daar de hand schudden. Ja, toch? Ja, maar vooral omdat jij die waarschijnlijk de minst kutte vindt dan. Vind je het wel oprecht vet? Nee, ik vind het niet. Kut, ik vind het wel, die vind ik echt vet. Ja. Oké, okay, ja, nee, dan kunnen we wat dat betreft inderdaad de handen schudden. En wat ik deze week ook heb gekeken, Secret Invasion. En ben je nu op de... Nee, ik heb het, zoals jullie misschien net hebben 20 minuten hebben gehoord, heb ik het vrij druk gehad met al die dingen. Ja, dude, dat lijstje van jou 2 weken geleden, dat was nog langer dan dit, hoor. Ja, fair, maar daarom. Ik zit gewoon lekker veel te kijken, maar inderdaad, mijn prioriteit lag niet heel erg bij Sneak Weird Snins Invasion. Nee, zou ik gelijk al zeggen dat het ook niet hoeft? Nee maar simpelweg... Wat ik al de hele tijd zei, het is slow burner, ik zit er lekker in. Maar ik geloof het niet. Dat is precies wat ik vorige week zei. Ja. Ik geloof het niet. Weet je, ze doen alles met alles een beetje hoog spel spelen. Alsof die illusie doen ze wekken. En dan toen zei ik al vanaf aflevering 1, let maar op, de Dragon Balls of iets. En dan wordt alles weer teruggedraaid. Precies dat gebeurde natuurlijk. In aflevering 5 van de 6. Dit was 4, denk ik. Oh, oké. Maar in ieder geval, alles zie je aankomen. Het ding is juist bij een spy thriller is dat ze een beetje nadenken over shit. En dat je denkt van, oh wow, dat zag ik niet aankomen, wat lijp. Ja. En nu heb je, hij is een scroll toch? Al vanaf aflevering 1 of zo. Ja. En dan, oh ja, hij is een scroll, oké. Okay. Hij is dood? Nee toch? Oh,
Nee, toch niet. Nee, maar daarom, het is nul impact. Het is gewoon, ik las wederom, ik heb ook heel veel gelezen deze week. Ik las een analyse van een andere website, ik weet niet meer welke, Geek Tyrant of wat dan ook. Wat ik nog heel even wilde zeggen, dat hebben we al een paar keer meegemaakt. En ook die hele voorspelbare shit, wat ik juist anti-spy thriller dan wat dat betreft vind. En ze doen weer iets in deze aflevering met iemand die dood is. Ik geloof het niet meer. Nee. Weet je, ik zei al, voordat, want we doen iedere week een watch party. En toen zei ik al, nou, ben benieuwd wie deze aflevering doodgaat, weet je. En precies dat ook weer, weet je. Ja. Nu ben ik er klaar mee. Het maakt allemaal, maar ik had het al met de multiverse, had ik al zoiets van, ja, zeg maar, ze konden dat één keer doen met Endgame. En daarna is het eigenlijk wel klaar, want niks maakt meer uit. Iedereen kan op elk moment terugkeren en dus boeit het. Of vervangen worden. Ja. Nou, wat dus die persoon zei vrij terecht, van, nou, wat Marvel sinds het sluiten van Phase 3 niet meer doet, is focussen op karakters en karakterontwikkeling. Het gaat nu om de hele tijd om de plot, het grotere plaatje. En omdat er zoveel rare dingen gebeurd zijn, is dat ook nog eens heel moeilijk om je te focussen. Stel dat je in Secret Invasion zou iets heel erg toch iets, weet je, dat heel veel impact heeft op de MCU. Ja, dan impact dat dus de MCU en alle films daarna. Dus dat is eigenlijk te moeilijk. Dus ze zullen daar waarschijnlijk vaak bij wegblijven. Nou, hetzelfde als multiverse, weet je, allemaal dingen die net niet echt een tie-in hebben met in ieder geval de implicaties voor de rest van de toekomst van de MCU. En ze zeggen van, dus het focust de hele tijd op plots en storylines die nooit heel veel kunnen uitmaken. En wat waren het belangrijkste? Weet je, de mensen in de fucking majo's. Daar hebben ze het niet meer over. Het probleem is natuurlijk ook dat onze mensen in majo's, zeg maar onze original, waar wij liefde voor hebben ontwikkeld in de jaren ervoor, die hebben ook letterlijk met Endgame of daarvoor al in hun eigen delen hun hero's journey completed. Dus je hebt eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als wat Disney met Star Wars had. Luke was een Jedi, die was klaar. Ja, wat ga je er daarna nog mee doen? Hij heeft zijn karakterontwikkeling meegemaakt. Ja, recyclen is wat ze nu doen. Ja, maar Luke, prima. Maar ze hebben dat in 2008 zijn ze daarmee begonnen. En in 2018 zijn ze daarmee klaar ongeveer met die characters waar je het nu over hebt. Dat kunnen ze toch nog een keer doen. Ze kunnen toch weer gewoon op characters gaan lijnen. Ja. En maar alles, She-Hulk, weet je, dat ging niet per se om de progress die She-Hulk heeft meegemaakt. Want na haar She-Hulk verhaaltje was ze gewoon nog steeds een lawyer, maar nu met krachten. Kamala Khan was, ja, oké, dat was een klein beetje, het was niet echt een hero's journey, maar ze heeft haar power. Ja. En misschien gaan we dan in de Marvels zien dat daar daadwerkelijk nog wat mee gebeurt. Zij heeft misschien nog wel de meeste character progression Spider-Man. Gehad. Wat is daarmee? Die is aan het einde van die film compleet. Die is eigenlijk eindelijk wat hij altijd al had moeten zijn. Ja. Oké, nou dan is dat nummer 1 misschien. Die Thor die echt is nu een vader geworden. Ja, Thor is niet een... Nee, maar niet Thor is klaar. Ik bedoel, Chris Hemsworth heeft dat toch ook al een beetje door laten schemeren. Van, ik ben een beetje klaar mee. Thor Love and Thunder was silly. Dat wil ik ook niet meer doen. Ja. Nou ja, dat, weet je. Maar en dat is dus, kijk, er is iets met de character gedaan, maar niet een soort van lijpe story progression of wat dan ook. Dus ik vond het wel een terecht ding. Het gaat niet meer echt heel erg om de diepgang van de characters. Het gaat om het niet te diep maken van het verhaal. Ik zou ook echt geen nieuwe karakters kunnen noemen die een film hebben gehad. Oh ja, Shang-Chi. En die was best aardig. Die Eternals. Ja, nee. Ja, maar dat soort dingen. Zou jij er eentje kunnen noemen? Apex. Oké, vet. En maar alleen maar omdat ze van die Icarus zit er aan het eind, weet je. Dus alleen maar omdat ze natuurlijk van die namen hadden. Ja. Gilgamesh. Dus hey. Oké. Okay. We got a fan here. ladies and gentlemen. Ja, maar heel eerlijk, weet je. Het is een combinatie van het allemaal, weet je. Want ten eerste, het begint bijna een parodie van zichzelf te worden ook. Zoals zoveel films en series tegenwoordig. Maar ja, dan heb je zo'n fucking climax gehad. En dan moeten we nu, we zitten dan in een periode, ja, dan moeten we enthousiast gaan worden voor het B-garnituur. Nee, maar dat B-garnituur moet je A-garnituur schrijven. Ja, nee, maar Iron Man was B-garnituur. Ja, fair, ze, daarom. Maar ik bedoel, maar daar zat geen endgame voor. Weet je? En als daar een endgame voor zat, was het misschien anders. Maar het is voor mij ook wel gewoon omdat je weet dat het nooit meer eindigt.
Het is gewoon heel fijn als iets... En vroeger was dat 3 films, dan wist je het was klaar. Ja. En dat was mooi. Maar nu weet je, het gaat alsmaar door. Ik vind het ook gewoon vermoeiend. Ook al is het wel een heel vet character. Ik heb geen zin om het allemaal meer te volgen. Want ik weet dat het nog... Misschien is het helemaal... Het niet. Nou, maar kijk, misschien is het helemaal niet... Kijk, iedereen is jaloers natuurlijk op de MCU, de Marvel Cinematic Universe. En het feit dat het nu gewoon doorgaat. In plaats van dat we weer een nieuwe Iron Man krijgen. Ja, of whatever the fuck. True. Maar misschien is het nodig na 15 jaar, man. Ja. Of, ja. Nou, niet een Iron Man, maar in ieder geval... Gewoon even 2 jaar niks moeten doen. Ja. En even goed nadenken, wat gaan we nu doen? Ja. Daar komen we zo nog wel heel even op, want ik heb daar nog wel wat nieuws over. Fair. Dan gaan we door naar de reviews, want je weet, jongens, je weet hoe je ons kan supporten. Dat is gewoon een duimpje omhoog achterlaten, subscriben, een comment voor het algoritme of een review achterlaten. En dat kan je bij Apple Podcasts doen. Deze week hebben we een fucking brief. Echt, het is niet normaal, man. En hij is getiteld Helden. Hij zegt, wat een topper zijn jullie. Jullie podcast zorgt voor veel vermaak tijdens het autorijden. En als ik veel op de weg zit, luister ik soms gewoon naar de aflevering opnieuw. Al van jongs af aan, geboortejaar 1979, ben ik gek van cartoons. Fun Factory, anyone? En films, het is heerlijk herinneringen ophalen met het luisteren naar jullie. Met mijn 80's achtergrond kan ik wel zeggen, Stallone, Schwarzenegger en Van Damme mijn jeugdhelden zijn. En het is altijd lachen wanneer Jelle zijn Arnold-typetje weer doet. Thank you. Ik ben geen kritische kijker en dus erg snel enthousiast van films en series. Des te meer geniet ik ervan als jullie weer eens iets ophemelen of juist afbranden. Of de, het was niet zo heel kut. En de laatste 2 veren voor in jullie reet. Elke keer als ik de Africa hoor van Toto, zie ik jullie met Daan nog steeds op het strand staan in jullie fantastische remake van de clip. En 2, in de tijd dat ik nog met tegenzin in het familiebedrijf werkte, was het erg inspirerend om gasten te horen die van hun hobby hun werk hebben gemaakt en waar het plezier ook nog eens van afspat. Dat heeft er zeker aan bijgedragen dat ik uiteindelijk een bedrijf heb verkocht. Sick. Bedankt daarvoor. Ja, sick, hè? Wow. En natuurlijk, wat doet hij dan nu? Made somebody a millionaire. Wat doet hij dan nu, vraag je je af. Iets in de auto. En natuurlijk, consultant is hij. En natuurlijk bedankt voor alle wekelijkse uurtjes. Luisterplezier. Het voelt alsof er een paar matties in de auto meerijden. Keep up the good work. Arient. Lijp. Thanks, man. Vette naam ook. Ja, zeker. Ja, hele vette review, hele vette brief en een vet verhaal. We hebben hier een kopje deze maand op streamen. Ik wilde daar eigenlijk overleggen, zullen we dat deze week op streaming doen? Want ik merkte, ik vind het een heel vet kopje. Ja, we gaan hier een vergadering houden. Ja, hoor. Ja, ik vind het een heel vet kopje, maar ik merkte al vorige week... Te veel. Te lang. Te lang. Er is nu heel weinig. Ja, nee, maar omdat ik de hele maand al heb gedaan vorige week. Oh, oké, okay, vet. Maar dan moeten we de hele maand afgaan en dat, dan begint het een beetje een lijstje af te ratelen worden. Ja, en ik denk als we deze week doen, dan is het ook makkelijker behapbaar, denk ik. Voor ja, doen we dan dus vanaf volgende maand. Ja. Ja, vanaf augustus dan. Ja, inderdaad. Deal! Cool! Dan gaan we door naar het nieuws. Maar niet voordat we hebben gekeken naar een trailer van Ahsoka. Goh, nou, dan gaan we weer, hebben jullie het al gezien? Ledigheid, deel 1500. Het is verschrikkelijk. Toch? Ja. Waarschijnlijk wel. Het ook hier heb je namelijk hetzelfde. Dat, gaat het om characters of gaat het heet Ahsoka? Het gaat om fanservice voor mensen die Rebels vet vonden. Dad Stevenson. Het gaat om girl power. Nou ja, dat zou vet zijn. Maar jawel, ze hebben hier bijna zo'n scène die rechtstreeks uit Endgame komt. Girl power. Ja, yeah, we don't need no man for this, of zoiets. Dat zeiden ze niet letterlijk, toch? Nee, nou, iets wel. Zoiets wel, toch? Weet ik niet meer. Lijp. Ah, wel badass chicks, hoor. Girl Jedi. Nee, ze is geen Jedi. Oh. En ook geen Sith. Sis. Sissy. Maar ik vind toch haar make-up vind ik er kut uitzien. Ja. Ja. Maar van Ahsoka ook overigens hoor. Iets minder. Dit vind ik ook een kut uitzien. Natalie. Het is gewoon een millennial. Hoezo? De Millennial Falcon. Ja, maar het is een millennial galaxy far, far away. Maar denken jullie dus dat dit gaat om character development of gaat dit gewoon om een plot? Moet het een soort van shock zijn dat zij haar master noemt? Dat ziet er ook zo stom uit. Het ziet er uit zijn fanmovie. Ze is een fucking... Yep. Die tekening is toch zeg maar letterlijk de tekening die in de Rebels cartoon zit. Dat werkt in een cartoon, maar niet in... Ik vind With the Lightsaber zo. Bedoel je. Het is toch raar dat ze, dat ze de schildering hebben gemaakt als de cartoon. Ik vind dat wel cool. Ja? Ik vind een beetje hetzelfde als dat we laatst die One Piece trailer zetten te kijken. Het is zo'n 1-op-1 vertaling. Hij ziet er ook uit als een fucking AliExpress smurf hoor. Ja, AliExpress G.I. Joe. Het is een blauwe guy, wat ga je doen? Het ziet er gewoon kut uit, ja. Maar had hem meer als Dr. Manhattan maar gemaakt of zo, weet ik veel. Fair. Ik begin een beetje lethargisch te worden, jongens. Het spijt me. Ja, maar dat en eigenlijk moet ik mijn bek houden, want dan vind ik dat ik veel te cynisch overkom, maar...
Ja, maar op een gegeven moment, wij, ook wij als fans mogen er een keer klaar mee zijn. Hè, met marginaliteit. Maar het is wel gek, want als iets goed zou moeten zijn, zou het Ahsoka moeten zijn. Omdat, omdat dat zijn geestenkind is. Ja. Nou, dat klopt. Liefde, passie zou er ergens wel in moeten zitten. Misschien als je de serie gaat kijken dat dat ook daadwerkelijk zo is. Maar ik vind die trailers nooit heel goed. Het productiedesign is gewoon verschrikkelijk. Het ziet er echt heel lelijk uit. Ja. Het ziet er echt heel lelijk uit. En Weet je, ook daarvan denk ik dat gewoon van hoe heet hij ook weer, Dave Filoni komt van... Ja, maar het gaat niet om de meest slikke fucking suits. Het gaat om dat het een leuk verhaal is. Ik denk dat dit gewoon Lucasfilm productie is. Lucasfilm productie die heeft zo'n efficiënt productieproces nu in elkaar geslingerd. Elke fucking show ziet er zo uit. Ja, ook zo. Elke. Nou, het ziet er nog minder uit dan sommige andere shows. Sommige andere shows die hebben in ieder geval nog wat art direction. Maar je ziet de shows die het niet gebruiken, Andor, is al gelijk, ziet er 100 keer vetter uit. Bedoel ik inderdaad. Dus die gebruikt het inderdaad niet. Ja, maar het niet. Zit die hem niet alleen in die stomme, hoe heet dat ding? Videodome. De dome. Ja. Ik vind ook gewoon de make-up inderdaad. Het voelt heel erg alsof ik Jelle heb gesminkt. Het voelt als toen wij op de 100ste aflevering zaten. Zo voelt het. Ja, halverwege, ja, zeker. Ja. Luister, ze maken nu echt al zo lang ieder kwartaal verlies. Ja, er moeten gewoon ergens kosten worden bespaard. Ja. Ja, ze zijn wel in een pikkel. Ik heb trouwens iets vergeten. Op het eind van Transformers zit een post-credit scene. Die een crossover film pitcht. Coined. Opzet. Maar dan moet het allebei Hasbro zijn. Ja, we moeten ook niet te veel zeggen voor de rest. Omdat dan zou dat ergens misschien een spoiler kunnen zijn. Dus ik zeg niks. Maar ik vond het wel fijn. Ik ga niet spoilen. Ik vind dat je Transformers mag spoilen. Vind ik wel. Why? Because no one cares. Echt wel. Er zitten echt wel mensen thuis. Ah, maar dan, sorry daarvoor dan. Sorry voor die mensen. Dat is toch niet nodig? Jawel. Ik vind sowieso dat we meer moeten gaan spoilen. Sneller. Ik vind dat je echt iedereen 2 weken de kans moet geven. En dan moeten we er gewoon vrij over kunnen praten. Moet. Maar dat hoeft niet altijd dan ook. Toch? Nee. Kijk, als het een functie vervult, dan ben ik daarvoor. Nee, maar niet om het spoilen op het spoilen. 100 jaar niks over No Way Home gezegd. Terwijl het na de eerste trailer al wel duidelijk was wat er ging gebeuren. We hebben toch een spoiler review opgenomen. Okay. Maar het was een leuke crossover. Ik ben wel psyched voor de crossover. Vet man. G.I. Joe. Wat als het G.I. Joe zou zijn? Zou dat tof zijn? Nee. Ik denk het wel. Ja. Nee, jij mag niet mee. Wij gaan naar de bioscoop als dat zo is. Ik moet waarschijnlijk toch werken. Ja. Hey, dit is niet voor mij, want ik ben niet zo van de awardshow. Behalve als we dan onze eigen awardshow misschien ooit nog in het leven gaan roepen wat betreft films en tv. Want we zijn er toch nooit mee eens. Gefeliciteerd met een nerdje. Ja. Een nerdje. Krijg je een nerdje. Dat is een beeldje van een guy met een bril. Een brilletje. En een tapeje tussen. Ja, man. Maar hier zijn de 2023 Emmy nominations. En ik ga ze niet allemaal af, want het is een... tyfus lange lijst. Dus we gaan er heel even snel doorheen en dan gaan we heel even kijken wie of wat er moet zijn. Best drama series. Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus of Yellowjackets. Drama. Ja. Beste drama. House of the... Niet House of Flamboo. Ik denk Better Call Saul, maar dat heb ik niet gezien. Dat is het goede antwoord. Klopt. Door naar de volgende. Best actor in a drama series. Jeff Bridges, altijd. No care. Ik weet niet, ik heb The Old Man heb ik niet gezien. Dus ik zeg hier wel Bob Odenkirk. Omdat het is echt insane wat hij daar op camera heeft neergezet. Ik denk dat Kieran Culkin van Succession hem gaat krijgen. Heb ik ook niet gezien, maar die is inderdaad wel heel erg populair ook inderdaad. Die, ik denk dat hij hem gaat pakken. Komt wel op mijn lijstje te staan. Pak hem. Best actress in a drama series? Bella Ramsey. Is die er? Ja, daar zaten wij, hier, Bella Ramsey. Oh, die ja, inderdaad, van The Last of Us. Dat zou zomaar kunnen, omdat ze zo jong is, dat ze daarvoor een dingetje krijgen. Even kijken hoor. Maar, met Succession en Handmaid's Tale. Zij is non-binair. Is zij non-binair? Bella is non-binair. Ja, dan mag ze hier niet. Dus nu, ik vind, kunnen we nu alsjeblieft naar Twitter gaan om de controverse te lezen? Gaan we niet doen. Ik kan je garanderen dat die er is. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Nee, dan de Handmaid's Tale misschien, zoiets. Moeten we dan een non-binaire award? Ik vind het grappig, want dan wint zij hem altijd. Yellow Jackets voor de tweede keer ook hierin staat. Zo goed vond ik die serie nou ook weer niet. Het probleem is dat... Dan ga je weer dat krijgen. Als je dus de gender awards dismist... en er is gewoon één award voor best actor... Nou, dan krijg je dat weer inderdaad. Dat weet ik dus niet. Dat is in dit geval denk ik niet zo. Maar ik bedoel meer, dan kan dat een probleem worden. Ja. Ik bedoel dat inderdaad het voorbeeld wat er aan had, want krijg je dat weer als probleem. Nou, je hebt gewoon 2 keer zo weinig prijzen.
Ja. Ook dat is natuurlijk ook zonde. Je kan... het is ook vooral dit, hè? Als je een non-binaire prijs van de industrie, dan wint altijd Bella. Ja. Dus dat is ook niet... Vind ik ergens wel cool. Ja, maar dat een heel klein beeldje is. Omdat soort, ja, het is logisch dat jij wint. Dus hier heb je een heel klein fucking nerdje. Of die Flash. Hey, jongens, even serieuze zaken. Best comedy series. Dead Abbott Lasso. Elementary. Dead Barry Lasso. The Bear. Jury Duty. The Marvelous Miss Maisel. The Bear is geen comedy in serie. The Building. Ik vind Ted The Bear Lasso. Trouwens wel... Nou, The Bear is niet comedy? Beter dan Ted Lasso. Wednesday. Ja. Wednesday. Ted, laten we zeker Ted Lasso. Maar die heeft hem vorig jaar al gewonnen. Hè? Dus voor mij mag hij hem nog een keer. Het is het beste seizoen. Nou, seizoen 2 helemaal niet. Die vond ik het zeker het minst. Dus ik vond deze leuker dan seizoen... Seizoen 1 is wel het beste, maar dat is ook omdat het echt nog nieuw is daar. Ja. Beste actor in de comedy series, zou je hem dan ook aan Jason Sudeikis geven? Ja. Hij heeft wel echt... Het is wel echt een amazing rol. Weet je, hij zet daar wel echt soort van een larger than positive life character neer. Dus... Ja, maar ook de drama doet hij goed, toch? Ja. Ja, zeker inderdaad. En Brad Goldstein of Phil Dunster dan als best supporting actor? Wie? Phil Dunster, dat is Jamie Tartt. Oh, hij poep. En Brad Goldstein, dat is Roy Kent. Nou ja, ik weet niet of Dan Phil Dunster, want ik vind Roy Kent vervelend al met zijn campagnes om zijn eigen show te krijgen. Nou! Hij is wel heel goed hoor, daarin. Maar ik snap je. Maar over dat gesproken inderdaad, dat we heel enthousiast moeten worden van de B-garnituur. Maar luister, zelfs na Thor Love and Thunder wordt Brad Goldstein als een Hercules Ja. Zit ik te wachten op een Marvel film genaamd Hercules met Brad Goldstein in de fucking lead? Misschien. Dat in principe die comics. De comics zou grappig kunnen zijn. Ja. Ik bedoel, ik heb er echt moeite mee dat ik om dat soort dingen gewoon enthousiast moet gaan worden. Snap ik. Hannah Waddingham, die mag de supporting actors wel winnen. Cool. Best limited or anthology series. Beef, Dahmer, Daisy Jones and the Sticks, Fleischman is Six. In Trouble of Obi-Wan Kenobi? Nou, ik heb de eerste, ik heb Dahmer een stukje gezien, vond ik geen drol aan. Beef vond ik geen drol aan. Daisy Jones and the Six vond ik niet zo tof. Die andere twee, ja, Obi-Wan is niet. Is dat een anthology? Hoe lang mag het duren voordat het limited is? Het is niet anthology, maar het is limited. Ja. Maar dat vind ik bullshit, want ze zitten al over seizoen 2 te praten. Ja, dat ze dat willen gaan maken. Dinges, dus dan is het Fleischman is in Trouble. Ja, there we go. De tweede seizoen zit hij dan gewoon de hele tijd in een grot met Qui-Gon. Qui-Gon. Ik heb geen idee. Best writing, whatever. We kunnen alles wel afgaan. Daarom ik ben White Lotus whatever. Mag voor mij ook wel oké, okay, ik vraag aan jullie. Best talk series. The Daily Show with Trevor Noah. Jimmy Kimmel Live. Late Night with Seth Meyers. The Late Show with Stephen Colbert. Of The Problem with Jon Stewart. Stephen Colbert. Stephen Colbert? Trevor Noah vind ik ook hard. Stephen, I don't care. Doe mij maar Seth Meyers van dit rijtje. Best Animated staat er. Bob's Burgers, nee. Intergalactic, nee. Gandhi Starkovsky's Primal. Intergalactic, ja, is die tof? Wat is dat? Het is die Kid Cudi serie. Oh, daarom vind je het tof. Nee, het is ook oprecht best wel vet. Nee. Simpsons, Moi, Rick and Morty. Was dat het? Dat is waarom ik het ben gaan kijken. Is dat dit jaar uitgaan? Maar Rick and Morty, The Simpsons, Bob's Burgers hebben er vast al 15. Van dit lijstje, dan doe mij maar. Ik heb Primal trouwens ook gezien, vond ik ook niet heel tof. Hebben we nog een andere die we willen zien? Television, Shark Tank. Movies, Jeopardy. Game Show. Jeopardy, nee, voor de rest is de rest allemaal niet heel... Nee. Het is gewoon inderdaad gewoon de comedy en drama series is waar wij Exceptional hier iets merit. Mee doen. Nou, nee, dan gaan we gewoon lekker door, jongens. Want ik heb nog een trailer voordat we echt een heleboel nieuwtjes die allemaal met elkaar te maken hebben gaan duiken. En dat is de trailer van Timothy Chalamet's... Chalamet of Chalamet? Chalamet. Chalamet's Wonka. Chalamet. Dit is zo weird. Dit is zo kut. Heb je het gezien al? Ja, ik heb het een stukje gezien. En ik vind hem al zo'n typetjes. Hij gaat echt... Hij gaat nu de Johnny Depp kant op. Letterlijk. Ja. Hij doet het goed hoor. Het past echt heel erg bij zijn domme harses. Maar, ja. Ik vind hem helemaal niet quirky genoeg. Zei je quirky? Zei jij quirky? Hij zei quirky. Ik zei quirky. Iemand zei quirky. Ja. Ik vind het passen. Ik vind het gewoon, ik snap niet wie deze pitch heeft weten te verkopen. Ja, maar voor de tweede keer, hè? Ik snap hem ook al niet met Johnny Depp. En dan ga je de tweede. Maar dit is een prequel. Keer. Oh, oké. Okay. Dit is how Wonka became Wonka. Ja. Of hoe Willy Wonka werd. Willy Wanky. Classic wel. Nou ja, hij kan dit goed. Maar ik denk ook dat op een gegeven moment is hij natuurlijk gewoon alleen maar dit soort shit. En dat doet net als Johnny Depp. Alleen maar domme... Paddington is dan wel weer een hele leuke familiefilm.
Paddington 2, ja. Toch? Wat is er met Paddington 2 ook. Paddington 1 ook, hoor. Paddington 2 is wel echt... Ted Lasso was er de hele ding dat Paddington 2... Paddington 2 is wel echt de Empire Strikes Back van de familie, in familiefilmland, zeg maar. Alleen de eerste is ook wel heel leuk. Ja, nee, ik denk dat wat ik zeg. Hij doet nog eventjes Dune als een soort van serieuze, wat meer actieachtige dingen. Voor de rest gaat hij alleen maar... Ik denk dat hij net zoals Johnny Depp gewoon een beetje om en om gaat doen. Dat is ook niet erg. Ik vind alleen gewoon het idee van een prequel over Willy Wonka niet interessant genoeg. Nee. Maar het is dat wel vet. Het is denk ik ook niet voor ons, hè. Dit is gewoon voor kinderen, dit. Ja. En als je boven de 15 bent en je vindt dit leuk, zet deze podcast maar uit dan, alsjeblieft. Ook al. Je doet echt zo. Net zoals dat je Transformers leuk vindt. Iedere week een bepaald segment gewoon. Ja, en dan blijft alleen de hardcore coole paps over. Het heeft wel. Qua cast is het goed. Het heeft een beetje een Mary Poppins vibe. Ja, heel erg. Ja, jij vindt dit natuurlijk. Maar dit heerlijk. Gaat floppen. Nee, ik vind het niet heerlijk. Oh. Nee hoor. Meestal als wij het dan heel kut vinden, heb jij zoiets. Oh, ik vind het wel leuk. Nee, ik vind het concept gewoon kut. Ik vind op zich. Hey, is your grand wel grappig als om. Dit is wel heel. Dit is cool. Oké, leuk. Leuk stukje. Uit Wonka dus. Nou, Jelle, maak je borst maar nat. Ik vind Wonky. Dan sluit je maar weer aan bij de grote fucking mediamagnaten. Vuile sellout die je er bent. Wat is er? Want jij steunt elke keer de multinationals in de strijd wat betreft strikes. We hebben natuurlijk drie maanden geleden de Rider Strike gehad, jongens. En die is nog niet voorbij. Sterker nog, daar gaan we straks nog wel heel even terugkomen. Maar vanaf volgens mij gisteravond laat zijn nu ook alle acteurs in strike gegaan, jongens. Ja. Allemaal? Ja. Dus de Screen Actors Guild is ook gechart. Wat vet. Die zijn inderdaad allemaal in strike gegaan. Florence staken dus. En dat gaat zelfs zo ver. Dat je allemaal miljoenen verdient. Dat ze mogen uiteraard niet meer acteren. Dus alle film- en tv-producties, zo goed als alle, die liggen nu echt helemaal stil. En ze mogen ook geen films promoten. En dat wil ook zeggen dat de Oppenheimer crew, die donderdagavond bij de première aanwezig was, weg zijn gegaan van de première omdat ze niet de film mogen promoten. Ik snap daar echt geen drol van, man. Dat je daar bent gewoon om je film te dingen. En dat er dan iemand van een gilde of van een vakbond opbelt. Hello, this is Henry from the Screen Actors Guild. Maar stel je was een schoonmaker. You have to go home now. Stel je was een schoonmaker. Je besluit met z'n allen, we verdienen veel te weinig. Je besluit, we gaan niet meer schoonmaken. En dan zeggen de 20, nou, wij gaan wel gewoon schoonmaken. Ja. Dat is toch ook, dat werkt, dan werkt het niet. Dus je moet wel met z'n allen dan. Maar wat zeggen, als je gewoon wil schoonmaken? Als je denkt van fuck de hele fuck. Zij verdienen miljoenen, ja. Maar die bond zitten natuurlijk ook de mensen die niet miljoenen verdienen. Dus de meeste mensen verdienen geen miljoenen. Nee, dus daar is het voor. En als dan alle acteurs die al gevestigd zijn zeggen, nou, dan doen wij het wel gewoon. Nee, maar dat je daar bent als om je nieuwe film te vieren bij de première van zoiets. Dat er dan iemand van een vakbond bent, jullie mogen hier niet zijn. Ja, ik bepaal het fucking zelf wel. Had je bek. Nou ja, dan word je uit de guild getrapt en dan mag je nergens meer worden aangenomen. Want de studio's, die hebben deals gesloten met de vakbonden. Je mag alleen maar acteurs gebruiken dan Screen Actors Guild. Ik nog steeds in en in fucking rot, die shit. Het slaat helemaal nergens op. En ik ben trouwens niet, ik schaam me niet onder de, als fan van de grote corpo's. Ik schaam me gewoon tegen werkweigeraars. Ja, maar ja, dus, ik ga je straks een voorbeeld geven. Tegen elke dus je mag helemaal uitgemolken worden en dan mag je niet je werk weigeren. Ik heb altijd gezegd, je bent er zelf bij, dan ga je wat anders doen. En het is heel kort door de bocht, dat weet ik. Maar zo zit ik af en toe gewoon in elkaar. En dat vind ik gewoon. Ik ga je straks een voorbeeld geven. En dan mag jij mij vertellen wat je daaraan vindt. Groot issue hier trouwens. Uiteraard hetzelfde met strikes, met de Rider Strike. Is natuurlijk het feit. Residuals van streaming. Dat is niet goed geregeld. Dus mensen krijgen of geen vergoeding meer nadat iets op streaming is. Of
heel niet transparant of het wordt van streaming afgehaald. Nou, dat zijn dus een van de redenen waarom sommige shit gewoon van streaming wordt afgehaald. Omdat ze residuals moeten uitbetalen aan de acteurs en dergelijke. En AI, Artificial Intelligence, is een groot, groot hot topic ook. Ook bij de Screen Actors. En daar gaat het gewoon om het geval dat AI en Computer Generated Likenesses niet zomaar gebruikt mogen worden door filmstudio's. Er staat ook, they propose that our background performance should be able to be scanned, get paid for one day's pay, and their companies should own that scan of their image, their likeness, and they should be able to use it for the rest of eternity. If you think that's a groundbreaking proposal, I suggest you think again. En de studio zelf daar zeggen weer, nee, wij hebben juist als deal hebben we aangeboden dat het alleen mag met expliciete goedkeuring van de acteur of uiteraard de verantwoordelijke manager. Ja. Dat kan natuurlijk ook zo zijn. Om dat te gebruiken. Natuurlijk, maar... Ja, ook daar zullen ze weer heel veel clausules natuurlijk voor afsluiten. En die residuals waar ik het dus over had, dat is dus uitbetaling op basis van reruns en streaming. En daar staat ook gewoon, in the old model, they get residuals based on success. But in the new model, they don't get to find out what's going on behind the scenes, because the streamers don't share. En dat is natuurlijk ook een groot probleem. Ja, eens. Daar ben je het wel mee eens. Ik heb het niet helemaal geluisterd. Ik ben zo'n beetje uitgezand. Nou, de Rider Strike is dus ook al 3 maanden gaande in dit geval. En dat heeft er natuurlijk al voor gezorgd dat veel Marvel projecten zijn opgeschoven. Onder andere met een jaar velen. Deadpool 3 mag bijvoorbeeld geen improvisatie meer gebruiken tijdens de opnames. Al kan ik me voorstellen dat de opnames misschien nu helemaal stil liggen. Nadat ook de Screen Actors Guild is gejoind natuurlijk. Moet dan wel toch? Er mag niks meer worden opgenomen. Er zijn mogelijkheden tot een uitzondering, maar die zijn zeldzaam. Maar het is niet geheel onmogelijk. Maar hier, hier doet een Hollywood veteraan, doet trouwens heel even een boekje open, wat nu precies de playbook is van de studio's ten opzichte van de writers. En dit was dus nog voordat de acteurs ook gingen staken. En het ging over het feit dat I think we're in for a long strike and they're going to let it bleed out. En dat heeft vooral simpelweg mee te maken dat ze eigenlijk die de writers helemaal willen uitwringen. En dat is ook, the endgame is to allow things to drag on until union members start losing their apartments and start losing their houses. En yeah. It's a cruel but necessary evil. Dus weet je, de studio's hebben zoiets van, wij kunnen dit langer uitzitten dan de schrijvers. Althans, dat is de game of chicken die ze nu met elkaar spelen natuurlijk. En laat ze hun huizen maar verliezen. Wedden dat ze eerder dan terugkomen aan de tafel. En dan hebben wij de overhand om uiteraard onze argumenten en onze voorwaarden naar voren te pushen. Krijgen we dan straks ook gewoon een jaar letterlijk geen films in de bioscoop? Nou ja, blijkbaar. Indie films. En natuurlijk, er zijn gelukkig meer films dan alleen in Hollywood worden gemaakt. Okay, maar de dus films waar wij over het algemeen heen gaan. Ja, komen daar wel van. We gaan over, wat is het? Nerd Culture aflevering 162 of 167. Die gaat gewoon over heel alleen veel Engelse arthouse films. Arthouse. Ik denk dat er heel veel mensen in for a treat zijn die Nerd Culture luisteren. Ja. Maar dan gaan we het gewoon hebben over shit die we wel mogen kijken, die wel gemaakt is. Ja, nee, dit gaat een heel interessant verhaal worden. En Bob Iger die had van de week een interview bij CNBC. Squawk Box. Squawk! Ja, wat een businessprogramma is. Daar liet hij zich ook uit over de strikes. Over de writer strikes in dit geval. Maar ja, uiteraard is daar nu dus ook de Screen Actor strike bijgekomen. En hij zegt daar het volgende over. It's very disturbing to me. We've talked about disruptive forces on this business and all the challenges we're facing. The recovery from COVID, which is ongoing, it's not completely back. This is the worst time in the world to add to that disruption. I understand any labor organization's desire to work on behalf of its members to get the most compensation and be compensated fairly based on the value that they deliver. We managed as an industry to negotiate a very good deal with the Directors Guild that reflects the value that the directors contribute to this great business. And we wanted to do the same thing with the writers, and we'd like to do the same thing with the actors. There's a level of expectation that they have that is just not realistic. And they are adding to the set of challenges that this business is already facing, quite frankly, very disruptive. Yeah, ik snap hem wel.
Ja, leg uit. Nou, je hebt een director. Dat zijn over het algemeen mensen met bepaalde talenten, visies, dit en dat. Dat is denk ik een level van expertise en wat dan ook dat moeilijk te bereiken is. Hoe natuurlijk grote en niet elke director, maar en ik denk gewoon dat er daar minder van zijn en dat zij dus een goede onderhandelingspositie daarvoor hebben en goed onderhandeld hebben. En hij zegt hier van ergens soort van maar writers zijn replaceable en zelfs actors zijn replaceable. Dus ze moeten niet zo tof doen. Dat is wat hij hier zegt. Behalve dat ze dat dus niet zijn, want ze kunnen niet ergens anders wel acteurs vandaan halen. Ze moeten via Engeland. Nee, dat mag dus niet. Die studio's moeten acteurs halen die bij de bond zitten. Je moet bij de bond zitten. Engelse studio's, maar als Disney zijn er wel. Ja, is dat zo? Ja. Disney heeft ook gewoon een Europese tak. Ja, maar dan moet je nog steeds acteurs nemen van de Screen Actors Guild. Waarom? Als jij voor een Hollywood studio wil werken. Ja, maar Disney is een Hollywood studio. Ja, is dat zo? Ja. Hebben ze niet ook gewoon een dependance in fucking Schubbeke TV? Ik denk dat het goed werkt. Ik denk het wel. Ik denk dat ze op een gegeven moment gewoon Hollywood, of dat ze gewoon Disney production, film productions Mexico. Brighton gaan of Mexico gaan opstarten en dan gewoon die shit daar gaan filmen. Nee, want ze krijgen natuurlijk ook heel veel subsidies om daar te vestigen. En ook überhaupt omdat... Ze zijn er ook nog gevestigd. Als in, het is gewoon een nieuw bedrijf. Ze kunnen toch een nieuw bedrijf opzetten. Ja, maar niemand is gek, Jelle. Nee. Iedereen snapt toch ook dat denk hetzelfde ik niet helemaal hoe het juridisch in elkaar is. Ik zweer het je. Ik denk dat we als we nu goed zouden zoeken zijn niet Disney. Op internet dat er, nee, dat nee, er nu... Nee, nee. Het is die Brighton. Subbedrijven. Het is die Brighton, man. Ja, doe precies. Het voor normaal. Ja, maar dat er nu oortjes subbedrijven op zijn die op andere plekken zijn gevestigd. Om dit deze shit... Oortjes. Ja, om deze shit te omzeilen. Dit is Mickey Cat. Hij zegt hier gewoon een soort van... Okay, de directors hebben nog wat, weet je, om wat gewicht te poelen. Nee, maar schrijvers hebben dat niet. Nee, hij zegt, we hebben al een deal gesloten met regisseurs. Want daar was vernieuwing nodig. En die willen we ook gaan maken met de writers en met de acteurs. Hij maar zegt alleen, ze moeten niet zo belangrijk. Maar ze zijn niet zo. Nee, ze zijn niet realistisch, zegt hij. Ja. En dan kom ik straks wel met een voorbeeld, want hij gaat nog heel even verder. Over de strike zelf. It will have a very, very damaging effect on the whole business. And unfortunately, there's huge collateral damage in the industry to people who are supportive services. And I could go on and on. It will affect the economy of different regions, even because of the sheer size of the business. It's a shame. It is really a shame. Ja, dit gaat wel grote schade doen, inderdaad. Dit is de grootste staking sinds 1960, geloof ik. Dat zowel de schrijvers als de acteurs dus tegelijkertijd staken. En ja, leg maar heel even een industrie een jaar stil. Ja, sinds zijn. Ik wou niet zeggen. Dat nou, dat lokale jij stil heeft gelegen, inderdaad. Ja. Ja, want dat zegt Iger dus ook. Van, zelfs de COVID-fucking-bubbel zijn we nog niet te boven. En dan komt dit er nog eens bovenop. Ja, yeah, you're killing it, man. Ja, ja. Maar goed, dan is hun hand ook weer niet natuurlijk zo groot, toch? Nee, dan moet je op een gegeven moment wel met ze in gesprek. Nou, hier hebben we ook gelijk een voorbeeld. Want een She-Hulk rider, die slaat heel even terug naar de Disney CEO. Aan de hand van het interview wat Bob Iger heeft gegeven. En die liet heel even zijn paycheck zien. Dit was een rider, Ziglar. En die heeft de episode Ribbit and Rippit geschreven. En dat is zeg maar de meest populaire episode van She-Hulk. Want dit is de episode met onze grote vriend Daredevil van Charlie Cox. En wil je weten hoeveel die heeft verdiend? $336. $396 in residuals. Hè? Dus je krijgt uiteraard je salaris om dat te doen. Ja. En vervolgens wat er overblijft van streaming en hoe vaak het gestreamd is. En uiteraard de kosten er vanaf gehaald. Dit is wat de schrijver van de meest populaire episode van She-Hulk. Ja, als commissie. Okay, maar laat dan ook, dan moet hij ook zijn loon laten zien, vind ik. Want precies. Nu vind ik het niks zeggen. Ja, maar dat is het. Stel, hij maakt gewoon 50k of 60k per jaar. Dan moet hij zijn domme bek houden, nou, toch? Wel meer, denk ik. Nou, nog meer. Dat bedoel ik. Dan moet hij helemaal zijn rot bek houden. Ik denk dat hij 50k voor zo'n aflevering krijgt. Geen idee. Dan moet hij toch niet te zeggen. Bek houden. Ja, hij moet wel zijn... Maar ja. Luister, van alle restreams en dergelijke... heeft dus de schrijver van die episode $336 misschien is gewoon niet zoveel gekeken. Iedereen kijkt het gewoon op YouTube. Maar $396? Als bonus, op misschien wel 50k. En hij is een van de 50 schrijvers. YouTube ads al meer. Hij is een van de 100 schrijvers waarschijnlijk. Niet 100, maar... Nee. Ik vind dit geen reëel beeld. Ik vind het vet dat hij dat doet, maar dan moet hij ook gewoon zeggen wat hij...
in totaal voor die aflevering precies, heb gehad. Precies. Niet zijn bonusje. Ik denk dat dat niet mag. Want anders kan hij toch even lekker uit eten nu voor 396 dollar. Ik denk dat dat een NDA is en dat je dat niet vrij mag geven. Nee. Ja. Nou, dat kan me niet voorstellen. En ik denk dat hij hier eigenlijk al een beetje een overtreding is. Maar dat dit in zo'n emotionele opwelling is geweest aan de hand van dat. I only make $369, man! Van de Bob Iger interview. Dus wat, ja, dit lijkt me ook inderdaad over het algemeen. Maar dat is natuurlijk het kromme eraan. Dat als je kijkt wat Bob Iger op een jaar basis verdient. En aan bonussen binnenharkt. Dat maakt het altijd schrijnend. Ja, zeker. Want hoeveel, ondanks dat ik het weet echt je hoeveel Bob Iger fucking vindt? Hard vindt wat hij allemaal doet hoor. Niet meer uit mijn hoofd. Gokkes? Een paar miljoen. Ja, joh, hoeveel? 6. Nope. Meer? Ja. Ja, fuck hem. 23 miljoen. Fuck hem dead. Inclusief bonus of zonder bonussen? Zonder waarschijnlijk. Volgens mij met konden nog oplopen tot 27. Zijn base was 12, 13. Maar dat was veel minder dan wat voorheen was. Omdat hij een soort van interim nu zou zijn. En het kan oplopen tot 27 miljoen. Als je niet een fucking heel voetbalteam aan kinderen uit Afrika hebt geadopteerd. Vind maar, ik echt dat er maar een bonus, fucking moet zitten. Zijn wat bonus kan dus verdienen. Oplopen tot 27 miljoen. Ja, dit is $396. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Maar ja, als je omgerekende wat hij dan voor deze aflevering heeft verdiend. Bob Iger, dan valt het wel. Ik heb geen idee, maar ik vind het wel mooi. Precies, waarschijnlijk ook zoiets. Ja. Bob Iger, die nog steeds groot fan overigens. Wie? Jij bent groot fan van Bob Iger. Ja. Groot fan niet, ik ben. Maar, ja. Die liet zich ook heel even uit over toch wel een beetje de penibele situatie waarin Disney zich op dit moment begeeft. De streaming service maakt ieder kwartaal hevige verliezen. Ook in combinatie nog met teruglopende subscribers. Uiteraard de grote animatiefilms Strange World en Lightyear hebben allebei enorme verliezen natuurlijk gerealiseerd. En ook Quantumania lijkt in zwaar weer te zijn. Ik heb ze nog niet gezien. En hoe heet het? Quantumania is een zwaar weer. Maar ook Indiana Jones is natuurlijk een enorme tegenvaller. Trekt hij niet een beetje bij? Huh? Voor mijn gevoel trekt hij wel een beetje bij. Hoe bedoel je? Eerst leek het echt verschrikkelijk te gaan met Indiana Jones. En Indiana voor mijn Jones. Gevoel trekt hij nu in ieder geval niet, is het minder grote flop dan dat ze de eerste week bang voor waren. Qua Rotten Tomatoes score is het in ieder geval wel flink omhoog gegaan ten opzichte van de eerste paar weken inderdaad, ja. Iger zegt, there have been some disappointments. We would have liked some of our more recent releases to perform better. It's reflective not as a problem, but from a personnel perspective. But I think in our zeal to basically grow our content significantly to serve mostly our streaming offering, we ended up taxing our people way beyond in terms of the time and their focus, way beyond where they had been. Ik denk dat dit zeker een van de grote problemen is geweest. En hij haalt daar natuurlijk ook Marvel als groot voorbeeld aan. Marvel is a great example of that. They had not been in the TV business at any significant level. Not only did they increase their movie output, but they ended up making a number of television series. And frankly, it diluted the focus and the attention. That is, I think, more of the cause than anything. Dat zegt Bob Iger over Marvel. Ja. Mee eens? Ja. Ja, vooral dat laatste. Ja, nou, maar daar hadden we het toch heel lang over. Van, ik ben altijd, bad van, writing. Ik ben altijd enige van mening geweest. Het is te veel. Ja. En, maar te veel kan als je heel veel fans hebt en goede mensen. Nou, dat wou ik zeggen. Het is te veel. Maar te veel is niet per se een ding als het allemaal goed is. Nee. Maar het is niet allemaal goed. En waarom is het niet allemaal goed? Omdat het te veel is. En dat is precies wat Bob Iger nu zegt. Ik vond het al wel te veel hoor. Toen op een gegeven moment 3 goede Marvel films per jaar uitkwamen. Hoezo is dat te veel? Als het goed is. Minder enthousiast wordt van, omdat het wel allemaal een beetje hetzelfde is. Ja, maar dan is het maar dus niet goed. Is het goed. Nee, maar de anticipatie is wel beter als er langere tijd tussen zit. Ja, nou, misschien heb je juist wel momentum. Maar goed, het is wel een beetje cru, omdat hij het natuurlijk ook wel ergens een beetje heeft achtergelaten aan die, hoe heet die, JPEG. Dus het is wel ook. Je moet zo achtergelaten als in een soort van. Nou, hij had de grootste vertrouwen. Hij heeft natuurlijk ook wel dingen op een gegeven moment een bepaalde richting ingestuurd. Hij heeft ook juist Disney Plus die kant op geduwd. Nee, ja. Ik bedoel, dit komt uit zijn straatje. Bob JPEG, hoe lang heeft hij er gezeten? 2-3 jaar. Nog geen 3, denk ik hoor. 2 volgens mij. Ja, zoiets. En ik denk gewoon precies dat is wat het is. En daarvoor, kennelijk werkte Marvel dus toch gewoon best wel ad hoc. En gewoon on the fly shit verzinnen en aan elkaar schrijven. En nu is het gewoon zoveel. Je kan er geen vet coherent shit meer van maken. Want Kevin Feige is kennelijk overworked. Iedereen in die fucking Marvel top is overworked. En ja, dan inderdaad, dan gaat de aandacht en de focus, die gaat redelijk
down the shitter. En dat is ook wel wat er is gebeurd. Last but not least. Ik vind dat je er goed in zit, Koos. Ik leer echt veel vandaag. Ja? Ja, ik ben blij dat ik weer lekker bijgepraat word. Daarom zei ik, had ook even... We zijn 3 uur later begonnen, maar nu snap ik waarom. Ik had ook even iets langer nodig inderdaad, ja. En last but not least, Bob Iger heeft laten weten dat hij niet als interim aanwezig blijft bij Disney, maar dat hij zijn contract heeft verlengd tot 2026. Lijp. En volgens mij was hij met pensioen? Nee. Hij is niet met pensioen. Hij had volgens mij best wel grote ambities om daarna nog ergens een CEO te worden. Maar hij is nu in ieder geval weer terug als CEO. Hoe kan je als... hogere ambities hebben dan Disney? Apple of zo, weet ik veel. Ja, dat soort dingen kan ik me bedenken. Maar Disney chairman Mark G. Parker die zegt in een statement het volgende. Time and again, Bob has shown an unparalleled ability to successfully transform Disney to drive future growth and financial returns, earning him a reputation of one of the world's best CEOs. Bob has once again set Disney on the right strategic path for ongoing value creation and to ensure the successful completion of this transformation while also allowing ample time to position a new CEO for long-term success. The board determined it is in the best interest of shareholders to extend his tenure and he has agreed our request to remain chief executive officer through the end of 2026. Ja, vet. Ja, top. Moet hij gewoon eventjes zeggen dat ze wat minder Marvel films en series moeten maken. Gaat ze natuurlijk dat ook heeft doen. Hij nu ook gezegd. Maar IP's in de parken. Dat heb ik ook al een paar keer natuurlijk gezegd. Van minder is niet per se beter, want het gaat om de kwaliteit. Je kan wel minder gaan maken. Maar dat moet wel betekenen dat is de tijd die je daarvoor mee wint. Maar hij gaf net ook aan de focus, toch? Hij gaf aan dat er meer focus naar de projecten moet. Moet, ja. Ja, gaat. En dit is een stap daarin. Als je minder gaat maken, kan je... Maar dat hoeft dus niet. Je kan ook gewoon het rustiger aandoen en evenveel troep blijven maken. Ja. Dat is niet zijn ambitie natuurlijk. Het is niet wat hij zegt tegen ons dat zijn ambitie is, ja. Klopt. Ik denk niet. Ik kan me niet voorstellen dat zijn ambitie is. Ik denk dat hij gewoon Disney weer op de kaart gaat zetten als het huis van de muis. En dat we over 3 jaar weer allemaal vet. Marvel vet. Nou, ik hoop het. Ja. Ten zeerste, ja. Kan niet misgaan eigenlijk. Nee, het moet wel weer. Gaat hij naar Winegums ineens? Dat denk ik mijn Spa Touch Blackcurrant. Precies. No ad. Spa Colors. Super lekker dat, man. Ja, toch een beetje een drinken elke dag hier spa. Ja, man. Moet je niet eens keer een fles van jou laten zien. Nee. Bla is het. Bla. Ik drink bubble water. Nee, maar die heeft ook geen smaak. Nou, Roxanne? De fles op de zijkant. Roxanne? Ja. Ze hebben dit persoonlijk uit Roxanne gedorst. Hazes? Gedorst. Ik weet niet welke Roxanne er gedorst is, maar er is fucking gedorst, hoor. Uit een Roxanne. En ik ben er blij mee. Cool. Hey. Sparkly Roxanne. We gaan kijken naar een trailer, want hier hebben we het al veel vaker over gehad. Natuurlijk Stanley Kubrick was ermee bezig. Uiteindelijk is nu Ridley Scott ermee aan de haal gegaan. En dat is natuurlijk de film Napoleon. Met zijn domme hoedje. Spielberg was toch ook involved? Spielberg ook, ja. Spielberg! Mini is dat weer een andere? Apple! Nou, het is weer van Apple, jongens. Heel lijp. Je moet ons echt gaan krop slagen, hoor je. Zo'n hele lijp matje die guy. Ik ben echt groot fan van de Franse Revolutie. Ja, ik ben wel fan van revoluties, maar ja. Le guillotine. Ja, zal hij altijd stoned hebben gekeken, Napoleon? Ik denk het wel. Dit is heel realistisch. Wow, spatten zijn uit elkaar? Ik denk het wel. Is dat wat er gebeurt is? Je wordt geraakt door een kanonskogel? Ik denk dat als je... Ja, dat denk ik wel dat het gebeurt, ja. Ja, ik denk wel dat het door je heen gaat. Heb je niet ooit... zo'n armor gezien uit de middeleeuwen waar een kanonskogel dwars doorheen is gegaan. Nee. Nee? Oh my god, dude. Kon niet vechten. Is dat Lady Gaga? Ra, 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 ma, ra. Wow. Gaga. Dwars doorheen, hè? Voorkant en achterkant. Wat doet hij nou? Zit in die shit te mollen? Is daarom die neus eraf geketst? Nee, toch? Nee, dat was al. Dit was heeft die de kleine hufter dat gedaan met zijn domme hoedje? Hij was niet zo klein. Jawel, toch? Hij was echt een 2 turf hoog, toch? Nee, hij was even groot. Hij was gemiddeld. Wat toen heel klein was. Nee. Hij was voor toen gemiddeld. Ja, wat hij heeft iedereen van, was zijn naam is dat hij... Ja, oké. Okay, voor nu zou hij klein zijn, ja. Maar voor toen was hij gewoon... Ik vind het er echt heel mooi uitzien, man. Ja, is het een film wel of een serie? Volgens mij een film. Liggen neuken. Ja, ik vind sommige shots wel heel mooi, maar ze hebben die pakjes aan, dus ik ga het niet kijken.
Het is ook heel moeilijk om niet die pakjes aan te doen. Die tijdsaccurate pakjes. Ik kijk geen kostuumdrama bullshit. Het is echt vreselijk. Ik irriteer me. Het is een oorlogsfilm. Het is geen kostuumdrama. Je ziet toch dat iedereen een dom kostuum aan heeft? Ja, omdat het toch makkelijk is. Het speelt zich toch af tijdens de Franse Revolutie. En daarom ga ik het niet kijken, want ik heb een hekel aan die fucking look. Bizar. Ik vind het er letterlijk niet cool uitzien. Pirates is dan toch ook een soort van kostuumdrama? Ja, nu je dat zegt. Nee, natuurlijk is dat geen kostuumdrama. Hij haalt er gewoon aan hoe dom je argument is. Nee, ik bedoel, als in, nu ik erover nadenk. Kijk, dit is trouwens wel een kostuumdrama. Het is ook misschien een oorlogsfilm, maar het is zeer zeker ook een kostuumdrama. En, ik sluit niet uit dat dit niet een kostuumdrama is. Precies. Maar het is niet een kostuumdrama omdat ze kostuums aan hebben. Nee, dat is niet hoe kostuumdrama helemaal. Jawel, het is gewoon een timepiece. Het is niet zodra iemand de kostuums. Maar het drama is wel een essentieel belangrijk ding van het kostuumdrama. Ja, maar dat zie je hier. Kostuumdrama zie je bijvoorbeeld, zou je de oorlog niet zien. Dan zou je alleen maar in het landhuis zitten en dat ze een beetje aan het kabbelen waren over de oorlog. Ver, dus het heeft een achtergrond, een oorlogsachtergrond. Maar het is denk ik wel echt een kostuumdrama. In jouw logica is Star Wars van kostuumdrama, maar goed. Ik denk een combinatie van beide. Over kostuums gesproken. Een oorlogsdrama. Ja, wat een mooi bruggetje van Huey Brown. Want wat is er deze week naar buiten gekomen? Je verwacht het niet. Het maar setfoto's van Deadpool 3. En uiteraard, daar dit zit Hugh Jackman in Wolverine. Als Wolverine, moet ik zeggen. En hier... Wolverine. Hoe vet. Wolverine. Kijk, en hier... Wolverine. Wow, dat doe je heel goed. Ja, dit is een cool pak. Dit is één cool fucking pak. Het is wel heel geel. Geel pak. Het is fucking geel. Ja, maar moet ook, toch? Deadpool's pak is ook fucking rood. Het lijkt wel heel erg op Deadpool's pak ook, vind ik. Ja, maar het is ook wel heel erg gewoon de... Is dit een setfoto of is dit een daadwerkelijk bewerkte uit de filmfoto? Dit is een foto in ieder geval die Ryan Reynolds heeft gedeeld. Mm-hmm. Want er zijn ook echt heel veel setfoto's. En weet je, daar zie je ook echt... Oh ja, dat is wel echt een setfoto. Weet je, mm-hmm. Want de kabels hangen nog eraan. Want het is een gevecht en shit. Maar dit kan natuurlijk ook echt, weet je, een paar seconden voor de take zijn of zo, voordat het begint. Het is gewoon, ja, zo staan ze gewoon daar op te nemen. Ik vind hem vet eruit zien trouwens. Super vet. Ik vind hem echt heel vet eruit zien. Maar, masker. Mijn vraag is aan jullie, waar gaat hij een masker dragen? Tuurlijk, zeker. Maar niet de hele tijd, want Hugh Jackman is te groot om de hele tijd een masker te juist hebben. Op het eind, soort van, hé, maar zet nou eindelijk dat masker een keer op en dan zet hij hem op in een flammoe. Nou, de geruchten gaan dat er echt heel veel meerdere Wolverines in deze film gaan zitten. Heeft Wolverine door dat Deadpool de vierde wand? Dat vroeg ik vorige week ook aan Koos. Ja, ik denk dat ze heel... Onze speculaas was dat gaat gebeuren. Want er zit ook één ding dat, hoe heet ze? Weet ik veel, necromantic teenage bla bla bla. Weet je, die in Deadpool... ik weet niet meer. Ja, ik weet het niet meer. Domme naam. Die op een gegeven moment zegt Deadpool iets tegen de camera en dan zie je er ook kijken van, hè? Wat doet hij? Weet je? En dat, dus dat gaat natuurlijk, dat gaat denk ik in deze film wel nog een keertje verder. En ik ben wel benieuwd. Want inderdaad, ik lees ook steeds meer over dat het inderdaad wel echt een multiversal thing gaat zijn. Ja, het gaat 100% een multiversal thing zijn. 20th Century Fox logo. Ja. Hier is er wederom. Dit is een echte setfoto van iemand die op een afstandje met een mobiele telefoon deze foto heeft gemaakt. Inderdaad, ja, we zien toch zijn pak vanaf een andere kant ook. Ik zie iets meer blauw in dat pak, lijkt het ook wel. Maar ik denk dat we hadden het al over, gaat hij de fourth wall breken? Hoe gaat hij dat doen? En weet je, gaat het juist heel erg multiverse-achtig zijn? Of gaat het meta-achtig zijn, zoals ze ook in She-Hulk op een gegeven moment deden in die laatste aflevering? Het lijkt voor die laatste te gaan. En ik denk, we hebben natuurlijk met incursions te maken en dergelijke in de multiverse van Marvel. Ik denk dat dit misschien een soort van voorbeeld incursion gaat zijn van de implosie van het 20th Century Fox universum, dat dan opgaat in de MCU. Ja, dat zo lijkt dat wel. Inderdaad, grappig wel dat het op wel een jammer hele dat we dit meta zien, hoor. Manier gebeurt. Over spoilers gesproken. Dit vind ik niet, dat ik wel niet willen weten. Weet je wel, inderdaad. Weet je wat gek was? Bij Indiana Jones zat verrassend genoeg het Paramount logo voor de film. Maar hij ging niet op de klassieke manier over in een berg of in een... Dat is toch gek? Dus ze hebben op de een of andere manier was Paramount toch nog involved. Of hebben ze in ieder geval dat logo ervoor gegooid. Maar misschien boycotten. Alleen... Boycotten nu. Ja, ga allemaal niet. Oh, jullie gaan allemaal niet. Het is oké. Okay. Maar ja, vet. Want inderdaad, het schijnt heel multiversal te worden inderdaad. Ik zag ook wat andere, ik weet niet meer welke, maar andere characters die meerdere renditions in die film zouden hebben. Zagen we al Halle Berry.
Ja, Halle Berry gaan we natuurlijk krijgen. We gaan ineens wit haar, toch? Oh ja, die hadden we natuurlijk al gezien voor een paar weken. Ja, het idee gaat zijn dat de hele 20th Century Fox Marvel... Ik weet niet of ze letterlijk iedereen gaan doen, maar we zien hier ook al Jennifer Garner's Elektra. Die gaat ook onderdeel uitmaken van de Deadpool 3. Wellicht, hoe groot achten jullie de kans dat onze boy... Benny, Ben Affleck. Ja, Daredevil. Ik ben dus niet zo fan van ook alle kutte dingen erin stoppen. Maar misschien wordt het ook op een kutte manier gebruikt. Ja, heb ik nu ook wel gezien. Nou, ik moet zeggen, ik vond Deadpool gewoon het leuk doen. Doordat hij ten eerste natuurlijk... Deadpool 2, is een comedy, maar... Ja, maar in Deadpool 2, hij heeft natuurlijk die time travel shit van Cable. Ja. En daarmee kan hij ook naar andere universa, want je ziet hem, zijn Green Lantern variant, ziet hij kapot schieten. Real life actor. En hij ziet Fox Deadpool variant, schiet hij ook heel even kapot. Ja. En dan, zegt hij nog tegen Hugh Jackman, ik trek je later wel nog uit pensioen. Wat nu dus uiteindelijk ook gaat gebeuren. Ja, ja, het is daarom, die shit is heel grappig. Maar ja, Jennifer Garner gaat er ook bij zijn. En dit is ook inderdaad een hele slechte film. Deze is nog slechter, denk ik, dan de Daredevil film. Zeker. Maar er zitten natuurlijk die Deadpool zitten scènes waarin ook wordt gezegd van... Hey, heeft de studio niet meer geld voor betere X-Men dan jullie twee? En dat kan natuurlijk hierbij ook gebeuren. Dat ze expres de kutte dingen erin doen. Ook als een verhaaltje, als een grapje. Ja. Ja, nee, ik zie dat wel werken bij Deadpool. Ga je niet naar die film? Jij mag niet meer naar die film. Ja. Opzouten. Prima. Het is hetzelfde als The Multiverse of Meh. Hoe heet ze, de Illuminati. Het leuk, die cameo's, maar ik heb er niks. Er gebeurt niks mee. Nou, dat is het probleem. Er gebeurt niks mee. Nee. Dat idee was super vet. En we hebben toen ook zitten filosoferen. Wat kan dit allemaal betekenen? En wat gaat het doen? Niks. Ja, niks. Echt letterlijk helemaal niet. En je weet natuurlijk al... Hoe kan je dat doen als zo'n fucking groot multinational bedrijf met al het geld voor handen, met al het talent voor handen? Maar dat is omdat ze niet focussen op characters, maar op kleine plotdingetjes. En that's it. Ja, en op cameo's. Nee, op gewoon een fanservice. Ja. Maar ik kan me ook niet voorstellen namelijk dat Deadpool 3, even vanuitgaan dat hij nog steeds R-rated is. Ja, hij is R-rated. Ja, oké. Dan gaat het dus ook niks uitmaken. Want ze gaan niet een R-rated film gebruiken om de hele MCU om te gooien. Nee, maar heel eerlijk. Het maakt me bij Deadpool ook geen flikker uit. Precies. Ik vond Deadpool 1 vond ik funny. Ik vond Deadpool 2 vond ik fucking funny. Als Deadpool 3 funny gaat zijn... Dat is het voor mij. Het hoeft ook helemaal niet een hele grote impact te hebben op de MCU. Het kan iets leuks doen in ieder geval met die 20th Century Fox X-Men characters. En daar misschien een aanzet aan geven. Maar... Andere Fox natuurlijk. Ik zie inderdaad ook bijvoorbeeld Ghost Rider, de Fantastic Four. Weet je, die zouden natuurlijk ook allemaal... daar gaan ook geruchten over dat Chris Evans terugkeert als... Human Torch. Flame on! Als de Human Torch inderdaad. Fucking hard. Maar heb je niet na... Je wilt toch uiteindelijk wel dat als MCU X-Men gaan doen, dan wil je toch niet Hugh Jackman als de Wolverine? Dan wil dat gaat niet gebeuren. Dit is ook niet die. Dit is niet in de MCU nog. Misschien dat hij aan het eind van de film is wel MCU. Ik denk, aan het einde van de film gaat de definitieve mutants in de MCU. Maar ik ben dus bang dat als we dan, net zoals je nu met Flash hebt gezien, dat je toch weer een Chris Evans in de Fantastic Four van Marvel of van de MCU krijgt. Dat hoeft voor mij niet. Ik zou het heel cool vinden als hij dat wel is, omdat Cap is er niet meer. Ja, en dus dat zou ik heel cool, omdat ik vind hem heel erg horen bij de MCU. Hij zit diep in mijn hart. Dus als hij dan soort van ineens, weet je, flame on is, dan heb ik zoiets van, ja, fair, dat zou ik wel cool vinden. Ik weet niet, ik heb er wel omdat een beetje... het zo onlogisch is. Ik heb er wel een beetje moeite mee om een acteur voor meerdere rollen binnen eenzelfde cinematic universe te casten. En ja, hier valt heel veel aan uit te leggen waarom dat bijvoorbeeld zo is. Dus die ruimte alleen, heb hoor. Je wel. Ja. Maar we komen straks nog heel even op een nieuwtje, volgens mij nu al. Nathan Fillion is namelijk gecast als de Green Lantern voor Superman Legacy. Ja. En hij speelt al fucking in de Suicide Squad met die guy die zijn handjes zo... Ja, maar het is in principe natuurlijk andere... Captain Boomerang. Nee, ik weet niet hoe die heet. Oh nee, hij was... DCU. Het is een andere... Had een hele domme naam ook. Ik weet even niet meer hoe... Ja, hij was een soort Rayman, toch? Ja, met zijn handjes die hij los kan doen en van afstand kan besturen. Kijk, ik denk dat het is natuurlijk wel, het wordt gereboot. Dus het is in principe een andere universe. Het is wel, weet je, hij zit in een James Gunn film uit de DCU, maar dat is de DCU van 2020. Maar het is niet, weet je, DCU van 20 jaar geleden.
Nee, het is vorig jaar uitgekomen, nou, weet je. Ja, ja, maar we doen toch na deze Flash. Ja, maar een jaar daarvoor dan. Maar ik bedoel, zo recent. Ja, maar deze Flash is toch de laatste van de huidige DCEU. En het wordt dus nu de volgende films worden toch een volgend universum. Ja. Dus, en daarin is hij inderdaad. Kijk, ik vind namelijk een hele goede casting. Zover lagen Fantastic Four en Captain America toch ook niet uit elkaar, denk ik, of wel? Fantastic Four, Captain America, hoe bedoel je? Nee, dat was toch ook, toen de tijd had je dat toch ook, was toch ook gewoon Marvel en Marvel. En ja, maar het is een andere universe. Ja, maar DC is voor mij, hopelijk wordt het een compleet andere universe dan wat het nu was. Ja, je hebt misschien wel gelijk, want Captain America is denk ik 2011, als ik me dat zo goed herinner. 2010, 2011. 9 en de 10, laatste, denk ik maar, ja. Ja, en de laatste Fantastic Four is denk ik ook 2005 of zo. Ja. Ja. Rise of the Silver Surfer. Vette film. Ja, ik vind het Silver Surfer heel kut. Dat is niet heel kut. Maar dat is wel, vind ik een leuke film. Ja, ik hou echt van die Silver Surfer cool. Ik vind de Silver Surfer fucking cool. Ja. Maar hij gaat niet Hal Jordan spelen. Dat is het karakter natuurlijk wat Ryan Reynolds heeft gespeeld. Hij gaat Guy Gardner spelen. En Guy Gardner is een wat ander type Green Lantern. Green Lantern is natuurlijk een soort van Space Police Force. Met allerlei verschillende agents van allerlei verschillende rassen, aliens, noem het allemaal maar op. En Guy Gardner is daar gewoon een andere van. Een andere agent in, vet. Ja, en dat heb je natuurlijk wel altijd volgens mij de prime ding. Maar ik denk dat... hij speelt niet Hel. Dus nou ja, dan weet ik niet wat voor rol die dan gaat krijgen. Maar ik zie hem wel in Green Lantern spelen. Dat is meer wat ik er wel cool aan vind. Ik vind Nathan Fillion gewoon tof. Nou, ik vind Nathan Fillion ook heel tof, hoor. Begrijp me niet verkeerd. En hij heette trouwens in de Suicide Squad de Detachable Kid. Ik denk dus wel, met dit soort casting krijgen we wel een heel erg James Gunnerig universum straks. Ja, ik weet niet of ik dat cool vind voor Superman, man. Nee, dat is ook, juist ik zei niet. Het ook niet als iets wat niet. Cool is, maar nee. Deze casting voelt wel een beetje als dat we Guardian-like films krijgen met de DC. Ja, maar kijk, dat mag. Je mag natuurlijk best af en toe een funny film maken als het een Green Lantern only is, maar in Superman moet hij wel wat serieuzer. Ja, en dat is je eerste film ook, denk ik, toch? Superman? Ja, volgens mij wel. Die ze gaan doen, dus dan... Ja, het is wel de eerste officiële, echte... Ja, gunfilm. Ze hebben er nog steeds zo'n zooitje van gemaakt. Het is echt niet normaal. Als je zegt van... De Flash is het reset voor het hele DC-universum. Dan zou ik zeggen, dan is de Flash je eerste film. Nee, de reset is het eind. Ja, maar dat doet dus nieuw leven inblazen. Dus dat is eigenlijk een beginpunt. Dus daarvan zou ik kunnen zeggen, dat is je nieuwe DC-universum. Maar daarna krijgen we nog Blue Beetle. Ja. Wat onderdeel is van de nieuwe DC-universe. Ja. Ja. Maar niet de eerste nieuwe DC Universe film is. Dat is raar. Gewoon nog liggen. Dat is gewoon een probleem met maar dat film. Is toch een zooitje? Ja, het is elke euro die ze er nog aan verdienen, pakken ze mee, denk ik. Ja. Dat gaat gigantisch komt ook best wel snel, volgens mij. Maar, maar als ik die trailer heb gezien, dat ziet er echt heel kut. Ja, daarom. Alle laatste DC films, die floppen toch al. Dus... Ook de Flash doet echt enorm slecht. Hier staat nog even een kleine beschrijving van Guy Gardner, als je benieuwd bent. Among the rest of the aliens and humans who serve in that group of galactic peacekeepers, Gardner is known as an abrasive, sometimes obnoxious presence. Nou, dat kan Nathan Fillion wel goed spelen. The role also brings a dose of awkward comedy to Superman Legacy. The character is known for his iconic bowl cut. Dat voelt heel erg James Gunn aan. Which will be a part of Fillion's look in the film. Ja, ik vind het nu al kutter. Ja, daarom, ik wil geen fun in mijn fucking superhero shit. Ik zei vorige week al tegen jou van ik ben begonnen aan All-Star Superman, dan die comic book serie, omdat ik juist een beetje probeer in te leven en toeleven naar dit moment. Ja. En hoe meer ik hierover hoor, hoe minder ik het kan rijmen ermee of zo. Ja, nou ja, Superman is een light character over het algemeen. Dat hoeft niet zo echt te zijn. Ja, maar light, maar niet comedic relief of iets dergelijks. Als in de films is gewoon een goody-goody-gooch. Ja. Goody Gooch? Goody Gooch. Goody Gooch. Ik wist niet precies hoe die uitdrukking ging. En toen dacht ik, ik houd gewoon bij Goody Gooch. Goody Gooch. Je weet wat een Gooch is, toch? Nee. Ja, Google maar straks na de aflevering. Ga ik daar plezier aan beleven? Wijs hem even aan. Volgende.
Hoe kan je dat niet weten, man? Ik denk dat Kevin Spacey heel veel Gucci's heeft gezien. Heel veel Gucci's heeft gezien. Dat weet ik wel 100% zeker. Maar het laatste nieuws, jongens, is Kevin Spacey. Die is natuurlijk in een rechtszaak. Is momenteel gaande, volgens mij, sinds juni, als ik me niet vergis. En sinds eind juni is dat aan de gang. En vanaf vandaag kan hij zich ook in de rechtbank zelf verdedigen. De 63-jarige acteur, natuurlijk door meerdere acteurs uit zijn verleden, die met hem op de set, met hem de set hebben gedeeld, die hebben hem verweten van ongepast gedrag. Maar terwijl er ook wel dates zijn geweest. Het komt er in ieder geval neer dat Kevin Spacey zegt, het was romantisch bedoeld. In mijn gedachte was het romantisch, vind ik wel echt. Het was romantisch. Dat is te vies. Een hele vieze lijn. Ja, dat is een hele vieze lijn. Dat is niet oké. Ja, en hij zegt ook, ik ben diep gekwetst door deze beschuldigingen, zegt Spacey. En twee van de vier getuigen ken ik zelfs niet eens. Hij geeft toe dat hij met een van de vermeende slachtoffers geflirt heeft. En hem zelfs intiem heeft aangeraakt. Want er waren geruchten dat die mensen gewoon bij een kruis grepen en dat soort shit. En hij zegt, ik ben gewoon een grote flirt. Maar we zijn niet verder gegaan omdat hij duidelijk maakte dat hij niet verder wilde. En je respecteert hoe ver iemand wil gaan. We beleefden een erg leuke tijd samen. De aanrakingen gebeurden niet op een gewelddadige, agressieve, pijnlijke manier. Het was zachtaardig. En mijn gedachten waren romantisch. Maar ik weet niet, hoe je het voorleest maakt het nog enger. Maar dat is ook mijn voorstel hoe hij het uitlegt. Hij had toen toch ook ineens van die hele rare filmpjes met Kerstmis of zo. Ja, man. Gevlogd. Waar die... toen was het duidelijk, deze guy is psycho. Ja. Weet je, ik heb hem hoog zitten als acteur. Het is een geweldig acteur. Ik heb fantastische films met hem gezien. House of Cards was hij ook fenomenaal in. Maar toen kwam natuurlijk naar buiten dat hij met minderjarigen werd hij van beschuldigd. Minderjarige jongetjes op een Hollywood party was dat geweest. Nou, andere acteurs die met hem de set hebben gedeeld, die hebben hem beschuldigd van ongewenst gedrag. En dat hij gelijk op dat moment naar buiten kwam met hele rare fucking psycho video's waarin hij toch zijn character van de serie speelde in een videootje. Dat is heel raar. Maar wel becommentarieerde op hetgeen wat er actueel op dat moment was. Wat heel, ja, een soort van schofterig manier van belachelijk maken. Fuck you. Ja, ik weet niet ineens wat ik erbij moet denken. Het voelde ook een beetje dreigend of zo. Als was het, wacht maar. Ja. Al die dingen. Het voelde inderdaad ook als Frank Underwood. Ja. Die ook speelde. Dus ja, van wat ben je voor weirdo dat je er zo mee omgaat. Ja, dat is gewoon een weirdo, ja. Maar hij zegt ook, Spacey zegt ook naar eigen zeggen, compleet verpletterd te zijn dat de man in kwestie een klacht tegen hem heeft ingediend. Ik had nooit gedacht dat de man die ik bij zijn kruis greep me zoveel jaar later een mes in de rug zou steken. Dat bij de kruisgreep heb ik zelf verzonnen. Hoe zijn we op het showbiz kanaal van Halen beland in het nieuws? Nou, dat heeft onze Pedro. Okay, Pedro. Heeft dat erin gezet. En we hebben volgens mij nu elke week gewoon heel even het is het showbizblokje. Ja. Maar het is nog gekker om het hem te horen zeggen in Nederland, en vertaald naar het Nederlands op de een of andere manier. Ja, en hij blijft ontkennen dus dat hij iets misgedaan heeft. Het verhaal slaat nergens op. Als ik interesse heb in iemand, dan wil ik vooral dat ze op hun gemak zijn, voegt hij eraan toe. Een leuke avond hebben met wederzijdse toestemming. Dat hij er meteen spijt van had, weet ik niet. Ik kan niet van hem spreken. Ja. Want dit gaat er ook weer over het feit, hij is ook van beschuldigd door een van deze gasten, dat hij hem drugged heeft, een Bill Cosby'tje heeft gedaan en daarna met hem los is gegaan. Mm. En hij zegt, Spacey daarvan zegt ook van, hey, dat is ook niet waar. Hij blikt ook nog even terug op gewoon al die beschuldigingen in zijn geheel en wat dat met hem heeft gedaan. In 2017 gebeurde dit natuurlijk in, was het dat laatste seizoen van House of Cards? Of nee, hebben ze daar gewoon het laatste seizoen van gemaakt? Nee, toen kwam er nog eentje met de vrouw, toch? Ja, precies. Ah, het ene laatste seizoen. En hij zegt, door deze beschuldigingen, mijn wereld ontplofte. Mensen haasten zich om me te veroordelen. Ik verloor mijn job, mijn reputatie, alles. En dat in een paar dagen. Als het niet waar is. Ja, maar dat is met al deze zaken. Het is altijd, ja. Ja, maar, nee, maar het oordeel is al geveld. Hij is klaar. Hij gaat nergens meer in terugkeren. Het is klaar. Dat denk ik niet. Dat zie je met Johnny Depp toch ook nu? Bijvoorbeeld. En andere mensen, ja. Maar het is wel van een hele andere orde substance en alcohol abuse dan Kevin Spacey.
Ja, bij Michael Jackson is het wel altijd nog eraan blijven pakken. Ja, ja, het zal er ook wel aan blijven pakken. En hij is een solo performer. Hij wordt vrijgesproken, wat natuurlijk ook raar. Ja, hoe kan je dit bewijzen, hè, als je niet gewoon beeldmateriaal hebt? Dat lijkt me super moeilijk, dit soort zaken. Maar als hij wordt vrijgesproken, dan denk ik dat er sommige mensen wel weer met hem gaan werken. Who knows? We gaan het zien. Dan hebben we nog één trailer, jongens. En dat is The Retirement Plan. En is dit weer eentje met Nick? Ja, is dat die? Oké, ik ben heel benieuwd. We gaan nu kijken. Ja. Sikke pruik. Hij heeft een goede drunk fucking talk. Hey, Rorschach. Purpose for your visit? Vet, zo staan GameKings er ook altijd. Wat ziet er dan fragiel uit? Dat is toch een idee, denk ik. Ja, ja, zeker, maar dat doet hij goed. Zo grappig, die gast is zo'n fucking aparte man door de rollen. Doodserieus dan weer gewoon. Hoeveel films fucking maakt die man ook per jaar? Ja. I love it, man. Als ziet dit eruit alsof het in 2 weken is opgenomen? Precies. Max. Maar hij doet dat. Ja, hij doet het gewoon. Precies, hij zei, fuck it, ik vind het leuk, ik doe het gewoon. Dat is zo slecht. Boom. Sick, hoor. Kerel, dit is echt heel erg bij, hoor. Maar het lijkt me dan zo moeilijk. Het is maar wel leuk. Hey, Ernie Hudson zit erin. Lijp. Maar als je Nicolas Cage bent, dan heb je toch ook zeg maar een soort van kwaliteitsstandaard met de mensen waar je mee werkt. Ja, niet dus. Dat is het grappige. Ja, dit is, moet super zwaar zijn voor hem. Ja, zeker. Zag je ook hoe hij die gun vangt halverwege in jump? Heel vet. Ja, hij doet gewoon wat hij leuk vindt. Ja, 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 maar ik bedoel meer, hij is natuurlijk in die grote producties bij een bepaalde luxe gewend. Staat je trailer voor je klaar? Ja, is alles, als je op set komt, is alles klaar? En hier is het waarschijnlijk iets meer houtje touwtje en kut geregeld en gaan er dingen mis. Hij heeft nog steeds een trailer met lunch en wat. Ja, natuurlijk wel. Maar ik heb gewoon op de set gaat het waarschijnlijk allemaal een stuk minder soepel dan dat het in. Maar maakt hem niet uit. Hij heeft zoiets van, wat? Film over mezelf als acteur? Ja, weet je wel? Hij heet The Weight of Unbearable. The Massive Weight of Unbearable Talent. Ja, ongelooflijk, man. Ik bedoel, het is zo fucking vet. En dan dit soort dingen. Ja, tuurlijk, man. Leuk. Fucking funny. Ik ga het doen. Ja, ja, toch? Dus, je bent wel je halve budget voor de film kwijt, maar waarschijnlijk. Ik denk niet dat weet het ik niet eens. Is. Nee. Als hij het leuk vindt en hij is gewoon weer even onder de pannen, dan gaat hij dat gewoon doen, weet je. Dat, maar hoe zwaar gaat de komende staking dan wel niet voor Nicolas Cage zijn? Hij gaat gewoon films maken. Wat ik zeg, hij gaat gewoon ik zweer het je. Hij is over 2 of 3 weken, dan hebben wij een nieuwtje in Nerd Culture dat hij in een Bollywood film. Maar hij heeft dit jaar waarschijnlijk alweer 5 opgenomen die nog allemaal uit moeten komen. Ja, hij gaat echt in een Bollywood film. Nee, maar meer hij, als hij het zo leuk vindt dat hij het de hele tijd wil doen en hij mag niet, dat zou wel. Of hij gaat. Mag je wel een toneel en zo? Of hij, doet wel videogames nu ook, die Dead by Daylight. Dus misschien gaan we ook meer videogames bijvoorbeeld zien. Nee, ik wil hij was ook bij Hideo Kojima trouwens. Hij was ook bij Hideo Kojima. Vet. Ik wil even een oproep doen aan Bollywood en aan Hongkong. Om eventjes hun game te appen, zodat we alsnog gewoon films hebben over een jaar. Ja, thanks. Dat zou hartstikke leuk zijn. Met een zingende, dansende Nicolas Cage. Bijvoorbeeld. Amazing. Prima. Kerst op de taart. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nerdculture, jongens. Bedankt voor het luisteren. Maar je mag niet weggaan voordat je een duimpje omhoog hebt achtergelaten, subscribed of een comment voor het algoritme hebt achtergelaten. En het al je vrienden hebt verteld. Ja, dat moet ook nog. En daar willen vriendinnen we bewijs ook van. Vooral. Moeders. Ja, ook leuk. Willen we bewijs van. Dus laat het zien aan ons. En dan mag jij de volgende aflevering, aflevering 118. Was het 117 vandaag? Ja. Ja, het was 117 vandaag. Dan mag je aflevering 118 mag je ook luisteren. Vet. Thanks. Fijn, een fijne weekend. Fijn zondag. En love jou. Later. Ciao. We'll be right back.